We moeten geen negatief gevecht uh, aangaan. We moeten een positieve strijd aangaan. En dat houdt volgens mij onder andere in dat we alle leugens en alle bedrog en manipulatie in het licht moeten zetten om te zeggen van kijk, daar zijn we lange tijd in meegegaan, maar nu niet meer. Uh, die zoektocht met onbevangen blik doen wij die, terwijl dat de meeste mensen in die matrix zitten en aan die schijnzekerheden zich vastklampen. Laten we, laten we godverdorie wakker worden en zeggen, zoals het is, ik ga me weg en ik doe niet meer mee aan het spel zoals jullie willen dat ik het blijf meespelen. Inderdaad. Ja. Hallo en welkom vandaag bij deze nieuwe value podcast Een hele cruciale weer, want we gaan verder op ons onderzoek. We zoeken in de boeken over de vloeken. Over de waarheid. We gaan die opdoeken. Dat doen we nu door de Value Versus Podcast. Value als een waarde, zinnen als een versus. En dat houdt ook in de Bijbelversus. Alle soorten versus die onze ziel kunnen verrijken. Die worden alle, alle randen hier besproken. Maar voordat we beginnen, uh, pak jullie koffie, thee, smoothie. Of. Zeker jullie pen en papier, want wij gaan een hele belangrijke podcast doen met niemand minder dan Peter Verreken. Even ook een warm applaus voor Peter Verreken, die hier nu is bij ons. Woe! Zeker, want ja, Peter staat bekend voor de chemtrails. Hij was ook een ex-politicus. Hij heeft ook al heel veel onderzoek gedaan naar de earth, de aarde, en de sfeer waarin wij onszelf bevinden. Daarnaast heeft hij ook nog zoveel andere dingen gedaan. En daarvoor heeft hij nog juist een podcast gedaan met Joran Luca. En daar gaan we nu zelfs verder op ingaan. Dus het gaat vandaag over politiek gaan, over de maan gaan, over de aarde gaan, over de shadow government, hè, of de, de deep state. Hè. Maar dan ook nog eens de, 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 de hogere state, hè, waar, waar wij onze focus op moeten gaan beginnen leggen. Want daar is. De verandering van energie, de goede kracht, de benefactor noemen ze die. Dus, voordat we beginnen: ik heb nog een cadeautje voor elke gast die, die bij ons in de podcast komt. Die mag een, een, een cadeautje genaamd uh, Mijn Mineraal krijgen. Voel de kracht. Ik zou zeggen: Peter, open de gift. Huh? Ja. Dat begint al goed. Ja, inderdaad. <laughs> ja. En, en, en ja, dat, is, dat is het eindejaars welzijnscadeau. Je mag ik het zo wel noemen. Mm, het voelt fris aan. Ja, ja lekker fris. Ja. Green Hulk. Ja, je ja. hebt de Green Hulk. Ja, het ja, dus zit... mineraal voelt de kracht. En dan heb je nog een andere, dat is de pure versie. Ja, jazeker, dat is de welgetelde krachtige Green Hulk. We gaan die direct ook aan jouw vrouw geven, want die moet zij dan in de frigo verwerken. Ja. Die komt er net aan? Ja, die komt er toevallig <laughs> net aan en dat is het witte goud. Het witte goud, ja. ja dat is pure Simos. Ooit al gehoord van Simos. Nee. Nee. Nee, nee, nee. Dus daar zitten alle mineralen en vitaminen in die jij nodig hebt om verder te kunnen leven. En dan mixen we die als bijvoorbeeld uh, green hulik met superfood, zoals met matcha en moringa. Dat zijn superfoodkruiden. Ja. En die zijn dan specifiek voor jouw darmen, voor jouw ontgiftigingssysteem. Voor jou meer balans te laten geven, meer energie te hebben doorheen jouw hele dag. En dat is dan super om in koffie, thee of smoothies te doen. Evenveel energie als jij hebt? Ja, en nog meer, ja. Het kan allemaal heel snel ja. gaan. Dus. Uh, ja. Alsjeblieft. Oké, okay, dankjewel. En geniet ervan en laten ja. we rechtstreeks beginnen met de podcast. Ja, alright. let's ja, go. Ja, inderdaad, want we zullen het hebben over de politiek, om te beginnen. Aangezien het dit jaar is de verkiezingen. We gaan allemaal terug mogen beginnen kiezen. Mogen en moeten. Moeten, ja. ja. <laughs> moeten, moeten wij eigenlijk. ja. Uh, <coughs> België is een van de weinige landen waar inderdaad een kiesplicht is. En die geldt nog voor de verkiezingen die in juni plaatsvinden voor het federaal en het Europees parlement. Uh, in het najaar zijn er verkiezingen voor de provincie en voor de gemeente. En daar is die opkomstplicht uh, afgeschaft. Ja. Uh, maar ik persoonlijk zelf, ik, ik ga al denk ik ruim 15 jaar niet meer uh, kiezen. En uh, mijn verklaring is heel simpel en ik kom er ook vooruit. Uh, kiezen is je vertrouwen geven aan een partij, aan een uh, kandidaat. En dit kan ik uh, niet meer, omdat naar mijn inschatting in België, en laten we dat maar uitbreiden naar uh, heel de wereld, er zelden een politicus is die uh, naar waarheid uh, spreekt en, en, en zoekt. En die effectief de belangen van de bevolking, individueel, collectief, uh, verdedigt. Ja. Dus er wordt een hele show uh, uh, opgevoerd. En als je nadien kijkt van, ja, met de, al de folders en de publiciteit, wat ze van gebakken hebben, dan is dit een uh, heel uh, ontgoochelend mm -hmm. en beschamend rapport. Het is onvoorstelbaar. En dus ja, ik heb mijn vertrouwen voorlopig in afwachting van betere tijden opgelegd. Eh, <laughs> maar opgeret. jij zei dat je zelf een politieke partij wou starten ooit. En dat, dat we nog niet klaar zijn voor de democratie eigenlijk. Of? Ja, dat is iets dat natuurlijk eh, kriebelt. Ik heb daar onlangs eh, een, een ruime... Um, uh, pol rondgedaan en de conclusie was hetgeen ik vermoedde dat de tijd nog niet rijp is voor een politieke partij waar jij en ik ons goed zouden uh, bij voelen. Um, mijn inschatting is dat op dit moment er nog geen 1% van de bevolking is die het spel dat zich momenteel uh, afspeelt doorziet. En die uh, om het zo te zeggen, echt wakker is. En uh, volgens mij moeten we een percentage van ongeveer 10% hebben vooraleer dat, uh, ja, dat werkelijk um, uh, armen en benen en voeten uh, kan, kan krijgen en dat er werkelijk een, een verandering uh, kan komen. Hmm. Dus we moeten nog eventjes uh, uh, wachten. En intussen tijd. Uh, ja, uh, iedereen beslist natuurlijk voor zichzelf. Maar ik kan niet meer gaan uh, kiezen. Ja. Kiezen is verliezen. Hè? Maar als je dan kijkt naar uh, rood of blauw in de United States. Ja. Jij had ook vermeld dat de United States ook een gevangen operatie is. Hè? Dus dat is een, de politiek daar achter de schermen is dus eigenlijk volledig geregeld. Maakt niet uit of jij nu. Ja. Republikein of liberaal zijt, het is allemaal één uh, groot toneel in de United States. Daar kunnen we samen bij akkoord gaan, niet? Uh, of? Politici en eigenlijk ook het hele ambtelijke apparaat dat eraan vasthangt zijn uitvoerders van uh, plannen en projecten die op een ander niveau. Achter de schermen uh, zonder de minste democratische inspraak uh, gemaakt zijn en die allerminst het, uh, het goed van de mensheid voor ogen hebben. Uh, en het grote voorbeeld is het hele stikstofdossier. Uh, Gaat maar nakijken welke politieke partij dat uh, vier jaar geleden in zijn programma had opgenomen: niemand. En nu plotseling is dat uh, het, uh, het grote probleem, uh, waardoor er draconische maatregelen moeten genomen worden die het einde dreigen te betekenen hmm. voor onze land- en tuinbouw. En die miljarden uh, geld gaan kosten, voor goed begrip, allons. Ja. Dus, uh, en van waar komt dat? Ja, dat komt uit uh, geheime senakels uh, achter, achter de gordijnen. Ja. ja. En dan is dat uiteindelijk, zoals jij zegt, één groot toneel. En zij achter de gordijnen geven dan de input. Ja. En daar bouwen zij verder eigenlijk. Ja, heel de groene beweging, als je dat goed uh, nagaat, is begonnen eind jaren zestig uh, met de Club van Rome. En als je ziet wie daar uh, dienst uitmaakte. En als je uh, een, hun begindocument uh, naleest, dan zie je dat ze op zoek waren naar iets om uh, de hele be bevolking onder controle te krijgen. En dan ze gezegd hebben: We gaan de angst uitspelen. De angst voor uh, allerlei milieurampen. De angst voor allerlei tekorten op vlak van energie, van voedsel. Mm. En dat gaat voor ons uh, de strategie zijn om te realiseren, hetgeen men vanuit die kringen uh, maniakaal wil, een totale controle over heel uh, de wereld. En alles centraal uh, gestuurd. En daarvoor hebben ze het, uh, het milieu en heel die problematiek uh, gebruikt. Want als je nagaat van uh, wat is nu werkelijk het probleem? Is er een probleem? En wat kunnen we zeggen over de oplossingen die men ons door het strot duwt? Dan uh, is dit totale, totale waanzin. Er is geen enkel bewijs voor. Ieder nuchter, zinnig, kritisch denkend mens zegt van... Dit is totale onzin. Ja. Maar we zijn zo geprogrammeerd te runnen, hè? Zodat als jij dan komt... Ik snap jou. Wij begrijpen elkaar. Ja, nee, maar als ja. iemand die geprogrammeerd is door negatieve... Standaard programmeren dan ja, ja gelooft hij totaal niet van wat jij zegt, hè, uiteindelijk. En dan zegt hij, jij bent gek. Want wij zijn de errands, wij ja. zijn de buitenbeentjes in die perceptie. Juist, maar. ik denk daar uh, met een grote mildheid uh, uh, over na. Want de eerste 44 jaar van mijn leven zat ik ook in die matrix. Ja. Ik stelde mij ook geen vragen. Ik nam ook aan dat wat van overheidswegen kwam, dat dat goed doordacht was en dat dat het grotere belang uh, zou, zou dienen. En het is maar pas wanneer je wakker wordt, en dan zeg ik altijd: dit is in essentie een innerlijk proces dat je ja, begint de ogen uit te wrijven, dat je, je vragen begint te stellen, dat je op onderzoek komt en dat je tot de onthutsende vaststelling komt. Nagenoeg alles van wat met ons voorhoudt, is gebaseerd op leugen en op bedrog. En uh, dit moeten we onder, uh, onder ogen zien, en ons uh, daarvan bevrijden, en terug uh, opstaan in waarheid en in waardigheid als mensen. Ja. Het heeft met onze speelt en daar moet nu een einde naar komen. Maar zo weten we dat in de United States hè, dat er heel goed gespeeld wordt. Ik was echt zo iemand die heel veel geloofde in de American Dream of hoe in Amerika ja. alles in elkaar zit met Obama die president werd. Maar toen vanaf Trump begon ik wel vragen te stellen en nu bij Biden, ja, uiteindelijk, dat is United States. Wij leven hier in België. Is dat ook gewoon één grote. Want jij hebt in de politiek gezeten, hè? Heb je contracten moeten tekenen? Want ik denk persoonlijk: al die mensen in de politiek. die, die hebben het contract getekend. Ze zitten in de game en ze. Ja. Ja, of is dat vanaf hoger niveau? Het kan zijn en luchter zijn, uh, Diels. <laughs> uh, het is maar op het hoogste niveau dat men echt uh, als politici uh, gevangen zit op, op, op allerlei manieren en dat men gedwongen is om die opgelegde agenda uh, door te duwen. Het merendeel overgrote merendeel van de mensen uh, heeft daar geen weet van. En zit dikwijls met de beste intentie uh, in het hele systeem uh, geëngageerd. En denkt goed te doen. Hè? En dat oh ja. is het. Er zijn heel veel uh, goede mensen die in een slecht systeem misleid worden en misbruikt worden. Ja. Dat is wat ze doen: hè. ze gebruiken de ja. meest slimste mensen ja. om evil te doen, zonder ja. dat ze dat weten. Ja. Maar positief, en dat wil ik van, van in het begin en doorheen heel ons gesprek be, be, benadrukken... het is aan het veranderen als je alleen maar kijkt wat er in de medische wereld gebeurt. Corona gratia, dankzij heel die uh, coronawaanzin... er zijn geen tientallen, geen honderden, maar duizenden mensen... die als specialist, als geneesheer, als uh, verpleegster of, of wat dan ook... Uh, zeggen van hier doen wij niet meer aan mee, hier uh, trekken wij ons terug en wij gaan dat ook uh, met luide stem verkondigen. Waar en doen ze niet meer aan mee? Aan, aan de manier waarop dat momenteel aan gezondheidszorg wordt, uh, wordt gedaan. En het blinde geloof uh, dat alles via chemische pillen en prikken zal kunnen uh, opgelost worden en verdedigd worden. Het, uh, dus ze gaan meer naar het herbalisme, zo, naar het plant-kruiden leer. Zo. Dat is inderdaad een, een algemene tendens, waar jij trouwens voluit ja, ja, uh, op, op inspeelt. Ja. Dus we moeten terug naar, naar de basis en terug naar de natuur, naar wat uh, gezond is en, en wat goed is eigenlijk. Ja? En zoals het bedoeld is, mm. door wie. Dan ook verantwoordelijk is voor heel het, uh, het spel waarin dat we zitten. Hè. Dat is eigenlijk ook belangrijk, denk ik, dat we uh, dat goed beseffen. Hè. We zitten in een soort van spel, dat we natuurlijk ernstig moeten nemen en waar we ook op een uh, verantwoordelijke manier moeten aan meewerken, maar het is maar een spel. En dat uh, mm. bevrijdt ons van een hele pak onnodige stress. En uh, vermijd ook dat we er gek van worden, want er zijn, er zijn mensen hey, die uh, in, in weerstand komen en die beginnen onderzoeken, maar die niet genoeg uh, afstand kunnen nemen en die het niet genoeg kunnen relativeren, dus met andere woorden, in zijn juiste uh, context uh, plaatsen. Dus uh, ja, <laughs> zo is het. Niemand van ons gaat het er levend van afbrengen. Nee, uh, nee. Belangrijk is van hoe, de, hoe, hoe dat we hier onze rol in dat grote spel uh, spelen. Ja. Ja. De rol, inderdaad, en iedereen ja. heeft een maar missie dus, dus, om, om nog of... een keer terug te komen. Ja, oké, okay, ik ben 20, 25 jaar uh, op gemeentelijk niveau actief geweest tot en met een legislatuur als uh, burgemeester. Maar dan ben je alle, alle, in alle nuchterheid een simpele uh, piot. Maar je kan je wel goed voorstellen... Maar had je dan Dan kon je al een bepaalde invloed hebben toen? Ja. God, maar nee, 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 ja. eigenlijk niet, of wel? Je, je hebt het zo druk... En er komen allerlei dossiers van onderuit van je eigen administratie en van bovenuit, vanuit provinciaal, gewestelijk, eh, federaal, Europees en misschien nog hoger niveau hmm. op jou af. En je hebt niet de reflex om te zeggen: van, oh, momentje, we gaan dat eventjes eh, bekijken. Is dit wel goed? Willen wij dit wel? Uh, een groot voorbeeld is het gesprek dat ik hier afgelopen paar jaar gehad heb met. Nagenoeg alle burgemeesters hier in omtrek omtrent de uitrol van 5G. Oh, ja? ja. Wow. Uh, je kan het evengoed uitleggen uh, aan de tegel waarop de stoel staat van de burgemeester, die je dan hebt, of van de uh, verantwoordelijke, uh, uh, evengoed dan uh, aan hemzelf. Dus uh, er is geen <laughs> openheid, er is geen uh, besef. En uh, ja, men. Ja, uh, men is niet bereid om dat ernstig te nemen en daar uh, eventueel weerwerk aan, aan te geven. Ja. En daarom is dat toch wel zo diep van, ja, die politiekers luisteren dan niet, ze, ze hebben het moeilijk. En wij als bevolking denken dat wij dan in een meer, ja, in een democratie leven. Maar wij willen meer democratie dan. Ja. Of hebben wij ooit in een democratie geleefd? Uh, dat is een goede vraag. En ooit je, der tijden. <laughs> zolang of dat we nog in familie of in klanverband samenleefden. Uh, en dan denk ik nu spontaan aan de Indianen bijvoorbeeld. Die hebben een, uh, een echte democratie. Hè. Daar wordt gesproken, mm. krijgt iedereen het woord en wordt er ook veel belang geëcht aan uiteindelijk uh, de, de, de wijze oude man. Die dan, uh, na nou, alles en iedereen gehoord hebben, zegt van oké, okay, is het goed dat we in die richting een, een beslissing nemen. Maar dan heb je een betrokkenheid. En dat heb je op dit moment absoluut niet. Er is een trein en die dendert. En we zitten allemaal in een wagonneken. En we worden meegesleurd door die, <laughs> uh, door die locomotief waarin niemand in de cockpit zit. Ja. We zitten er allemaal in, maar iedereen zegt fuck de staat, fuck de ja. banken, fuck idea. Of whatever, ja, weet ja, je. Ja, ja. Maar het gaat wel vooruit, ja. En ja. we gaan er allemaal samen naartoe, uiteindelijk. Ja. Hey, zoeken, dus het aantal mensen dat uh, een onprettig gevoel heeft, dat, dat neemt natuurlijk toe. Maar nogmaals, het aantal mensen die zijn onderzoek gedaan heeft en het spel doorziet, en dan ook uh, terug zijn vrijheid neemt en op zijn manier dan in het leven gaat staan, dat percentage is denk ik nog te laag op dit moment. De kritiek in massa zo. Ja, maar uh, je bent natuurlijk nog, nog jong. Uh, ik, ik heb al een uh, hogere leeftijd. <laughs> ja. En ik bekijk dat ook iets uh, rustiger. Wat we nu meemaken is iets te, dat ten eerste zo voorzien was. Dus die periode uh, was voorspeld. Dat we met de mensheid zo diep in de. Afgescheidenheid en zo diep in de materie zouden uh, verzeild geraken, om mede daardoor uh, ons dat te realiseren en daar uh, uh, uit dat dal uh, te gaan klauteren. Maar het heeft honderden jaren geduurd om tot dat dieptepunt te komen en het zal ook de nodige tijd uh, vereisen om, om daaruit uh, op uh, te klimmen. Maar dit is het fascinerende, wij maken nu de omslag mee. En ieder op zijn manier, en jij met je podcast en met het publiek dat jij bereikt, doet fantastisch werk. En dit is alweer een bemoedigende vaststelling die ik als ouderling kan maken. Jongeren worden wakker. Waar ik tien jaar nodig gehad heb, begrijpen jullie op één maand. En vooral dat leidt niet tot depressiviteit. Je sprankelt en, van enthousiasme om uh, daar, daar iets aan, aan te doen. En dat stel ik bij iedereen vast. En dit is voor mij verrassend. En, en, zeer, uh, en zeer bemoedigend. Ja, zeer ja, bemoedigend. De kinderen van God. Uh ja, Actief. En we hebben het al over het fenomeen van de nieuwe tijdskinderen, die met een hogere graad van bewustzijn, van helderheid op deze wereld komen. En die niet meer met zich gaan laten zollen, zoals wij dat bijvoorbeeld gedaan hebben in, in, in onze tijd. En wij moeten dan het fundament geven aan de kinderen, dat die wel tenminste iets hebben waar zij op verder kunnen bouwen. Want nu de mindset van meer jouw generatie is van oh ja, maar ik heb nog een paar jaar te werken. Ik, ik heb een pensioen, ik geef geen vak. Ja. <laughs> je moffed. Maar ja, iedereen heeft kinderen. En die kinderen die, die gaan door patronen waar ik door ging. En dat is dan altijd op een gsm zitten, gamen, series kijken. Ja. Dan gaat je ook nog veel op stap je wordt eigenlijk weggebracht van je essentie. Dus Absolute, hè, ja. de kinderen zijn de grootste attack van de nieuwe order. Ja. Want ja, dat zijn nieuwe tijdskinderen. Ja. Maar dus moeten we koste wat kost hun klem zetten. Ja, maar met nieuwe tijdskinderen bedoel ik dus niet kinderen die nu in de moderne tijd geboren zijn, maar kinderen die uh, een, een hogere graad van bewustzijn hebben. Maar die worden nu geboren, nee, dat bedoelt je niet erbij. Nee, nee, nee. Die, nee, zijn nee, nee. Of... die zijn nu al geboren ook. Die zijn nu al geboren. Oké, ja, 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 ja. En dat is ja iets wat vanaf de jaren negentig zo stilletjes aan uh, begonnen is en men geeft dat ook uh, omschrijving als de indigo kinderen oh ja. die een puurheid hebben die een zuiverheid hebben en die onmiddellijk doorzien van dit is niet juist dit is niet de waarheid dit is niet de goede richting en mm. uh, ja die dan <laughs> Natuurlijk op allerlei manieren. Men probeert dat ook lam te leggen. He. En door die technologie en door dan. Uh, dat een etiket te geven van ADHD. en daar met Ritaline tegenaan te gaan. waardoor dat ze in, in zombie-status uh, uh, gebracht worden. Oké, okay, dit is het spel dat, dat nu speelt. Uh, uh, maar waar ik met veel uh, vertrouwen. en uh, optimisme uh, naar kijk. En ook mijn, mijn rol uh, in speel, ja. Ja. Dan is het tijd... Uh, als we nog iets willen toevoegen aan de politiek, mag je dat nog zeker zeggen. Maar voor mij is dat... Goh, uh, Kunnen misschien... wij ervoor zorgen dat wij democratie manifesteren hier? Zijn nee, het... ik denk dat, uh, dat... We er moeten van uitgaan dat het bestaande systeem ook het politieke, dat dat uh, zijn tijd gehad heeft. Dat is een, uh, een constructie die aan het kraken en aan het wankelen is, uh, onvoorstelbaar, en die moet in elkaar uh, vallen. Maar geloof je dan niet dat zo als wij bijvoorbeeld in China deden ze dat ook eens een keer. En in China zijn ze heel strikt, dat weet je. Maar ze waren zo strikt met de COVID-regels, allemaal opgestaan. En toen hebben ze de COVID-regels laten vallen. Iedereen in Shenzhen op straat, iedereen in, in Shanghai, iedereen in Hongkong. Ze hadden genoeg. Denk je, ja uiteindelijk in België ziet je dat niet echt gebeuren. Maar we hebben toch wel bepaalde betogingen geregeld. Als wij zeggen als bevolking van nee... Dan is het wel nee, hè, uiteindelijk. Ik moet eerlijk, ik moet eerlijk zeggen, euh, Niels, dat ik dat euh, niet zo doorgekregen en, en, en begrepen heb. Dat er dus in China in gevolge van massaal protest ja. dat de, de regering, de partij, dan zijn politiek heeft moeten aanpassen. Ja, ja. Dus er, er waren zoveel dat... covid-regels dat het gewoon zo erg was. Dat, dat ja, de Chinezen ook gewoon weg echt ja. genoeg ervan ja. hadden. En die waren dan allemaal op straat gekomen. En toen had ja, de, de president zijn hulp uh, moeten leggen aan de COVID-regels, omdat je kreeg het gewoon ook niet gestopt. En dat is effectief gebeurd. En zo, zo kunnen wij ook in een soort van democratie, toch wel als bevolking beslissen: van, kijk, als nu de Digital ID wordt ingevoerd, dat er bepaalde dingen te ver gaan, dat we allemaal moeten gaan opstaan. Of allemaal naar buiten moeten komen en moeten kunnen durven zeggen: ja. van nee, ja. dat is misschien dan een democratie die we kunnen proberen. Of hoe zie jij dat? Well, nogmaals, <laughs> uh, dit was mij niet in, in die duidelijkheid bekend. van wat er in, in China gebeurd is. Misschien uh, dat was nog. Dat is een jaar gebeurd, of twee geleden, ja. Uh, maar het is duidelijk dat het eerst heel erg moet worden. Ja. Mede daardoor opdat we op die manier, bij wijze van spreken, een schop in de kloot krijgen om rechtop te staan. Hè? Ja. En dat is wat ja. ze doen. Hè. Ze geven ons heel de tijd van die kleine stootjes. Zo. Ja. Of kleine delen van de bevolking, zo kleine stootjes, zodat wij het niet voelen. En of een ander deel van de bevolking het niet voelt. Ja. Zodat jij dan, oh, je moet voelen. Enerzijds sprikjes, maar anderzijds ons voorlopig nog voldoende pamperen. <laughs> ja. Zodanig dat we, dat we toch nog rustig blijven en dat we het allemaal uh, slikken, Ja. Inderdaad, ja, nee, dat is goed, dat is ja. duidelijk. Hè, hoe we dus, uh, ja. gaan kijken voor uh, de politiek. Maar nu gaan we kijken ja. naar de perceptie van de aarde. Ja. Daar onderzoek ik. Uh, Wat, ja. Misschien nog dit uh, zeggen. We gaan dus sowieso, daar moeten we op voorbereid zijn, naar een periode van chaos. Hey, waarin dat dingen zoals we ze kennen uh, beginnen wegvallen. Uh, en dat het nog niet duidelijk is hoe dat die nieuwe toekomst uh, zijn beslag zal uh, krijgen. Maar ondertussen is het wel belangrijk dat we uh, die nieuwe toekomst voorbereiden in gedachten en ook al in daden. En dan kijk ik onder andere naar die twee uh, mm -hmm. potten van jou. En dit is andermaal een bemoedigende vaststelling: dat de oplossingen voor alle problemen er nu al zijn: energie, geldsysteem, voeding. Uh, medische uh, zorg, uh, politiek enzovoort. Die inzichten zijn er, die uh, ja, filteren zich uit, die kristalliseren zich en wachten nu op het juiste klimaat om te kunnen effectief tot, tot bloei komen. Ja. Ja. Oké, okay. Dus uh, ja, geef vol gas met dat uh, project Zeker, van, de, van jullie. Zeker, ja. inderdaad. Ja. Elektrisch voedselwaren. Mijn mineraal voelt de kracht, hè? want ja. daar gaat het om. Voel jouw ja. kracht. Hè? Wij zijn zo krachtig en dat is zo diep daarom dat ze ons zo veel manipuleren en indoctrineren. omdat het... Ze willen gewoon niet dat wij in onze kracht komen. Ja, absoluut. Hè? Want als wij dat beseffen wat onze kracht is, dat is de grootste angst die zij hebben achter de schermen. ja maar ja, we hebben een hele grote essentie. Wij allemaal, allemaal zijn we ja. op een missie, op een, een pad dat we moeten volgen van ja. God zijn plan, whatever dat ook mag zijn. Ja. Ja. En ik vond de manier waarop je het, 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 het probleem van daarnet hebt aangepakt. <laughs> uh, heel goed en uh, rustig, respectvol, zelfvertrouwen. Zeggen van oké, okay, zo ga ik en ik ga proberen dat uh, in overeenstemming te doen met hey, uh, reglementeringen enzovoort, voor zover die uh, zinvol zijn. <laughs> uh, maar ik ga me weg en ik doe niet meer mee aan het spel zoals jullie willen dat ik het uh, blijf meespelen. Inderdaad. Ja, ja. ja uh, en dan is het ook het spel wat wij leven. Dat wij allemaal moeten gaan werken gewoon. En, en, ja. en dat, als je dan dat niet doet, dan heb je ook geen geld. En, en ja, zo leven we dan in deze matrix van je moet nu gaan studeren, maar AI gaat komen, waardoor bachelor diploma's niet meer nu, veel nut meer hebben uiteindelijk. En die jongeren, die zitten dan met de vraag, wat moeten ze doen? Hoe, hoe, als jij zo tegen een jongen zou spreken, van, wat moet je nu doen als jongs, jong jongske, Hoe zou jij dat aanpakken? Oh, algemeen, ga uw gang, zoek uw weg. Maar uh, uh, ja, de, de jongeren die ik nu ken, uh, in, onder andere in de persoon van, van, van kleinkinderen enzovoort, uh, dit is niet zo simpel. Die zijn dermate geïndoctrineerd en die lopen bij wijze van spreken, ik ga het heel oneerbiedig zeggen: rond als kiekers zonder kop. Als hamstertjes in, 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 in een rat. Dus die gaan ook doorheen dat proces moeten gaan van wakker worden, zich allerlei dingen beginnen realiseren, onderzoeken en uit dat uh, systeem, uit die matrix, uh, stappen. Ja. Het ontleren. Ja, het ontleren. Dat is on onvoorstelbaar. Uh, de onzin <laughs> en, en de leugens die. Uh, alle lagen van het onderwijs te worden ingepropt is, is, uh, voor iemand vanuit mijn uh, ja, uitkijktoren is, is, uh, is onvoorstelbaar. En, en, en sommige kinderen weten dat en beseffen dat, maar zeggen van ja, we moeten dat nu leren en we moeten dat nu kunnen reproduceren uh, naar aanleiding van examens. Uh, maar we voelen ook wel aan dat dat, dat, dat dat niet klopt. Maar jij zou je kind dan ook nooit naar school laten gaan? Moest jij nu een kind hebben? Oh, ik kan dat moeilijk beoordelen. Ik zit nu in een leeftijdsklasse <laughs> dat ik uh, ja, daar niet meer uh, in sta, maar uh, ook op dat vlak heb ik weet van allerlei uh, initiatieven waarbij ouders zowel privé een kind thuis onderwijs geven, en dat kan, als ook dat er gezocht wordt naar uh, initiatieven van collectief thuisonderricht. Mm. Waarbij uh, één iemand zegt van oké, okay, ik ga jouw kinderen uh, alles leren wat ze moeten doen, met respect ook van wat het leerprogramma dan uh, oplegt, maar binnen een heel andere context en volgens een heel andere uh, methodologie dan uh, wat ze in de indoctrinatiecentra die we de scholen noemen, uh, wordt gedaan. Ja. Dus ook op dat vlak is het aan het bewegen. Ja. Ik had dat zo gezien, zo, dat uh, scholen letterlijk gevangenissen zijn. Als dus je zo, zo kijkt naar een klas, kijk naar een, uh, ja, een cel, als je kijkt ja. naar uh, waar men basketbalt, dan ook een basketbal, alles letterlijk hetzelfde. Ja. Alleen een ander dasje. ja, ja. ja, ja, ja. ja. <laughs> en ik was me daar toen ik nog eh, in het college zat en zo verder... ik was me er ook niet van bewust. Ja, je, uh, ja. en, dat uh, is, en dan uh, ook nu het, het bewustzijn dat, dat jij ook aan het onderzoeken bent omtrent onze perceptie van de aarde, ja. hoe, waarin wij leven, dat uh, onderzoek ik ook al graag. En ik zei ja. nog voor dat wij een gesprek hier gingen in de podcast dat we in een simulacrum leven, in een soort van glasdoom. Dat wil zeggen dat ze zeggen dat. Dus er geen space is. Misschien wel in een andere realiteit, maar dat ze nog nooit uit eruit zijn gegaan. Ze zijn nog nooit naar space gegaan. Ze hebben de maanlanding dus bewezen van spreken uh, gestaged. Huh? En daar gaan we samen bij akkoord. Ja, hè? Ja. Maar ja, wat is de maan dan volgens jou? Ja, ja, okay. Laten we het al beginnen over de maan. Ja. Nu, nee, ik zou zeggen, laten we het in het begin hebben over onze aarde. Oké, okay, ja. Het toneel waarop dat wij zitten. Uh, onze biotoop, waarin dat wij leven. Wat kunnen we erover zeggen? Uh, we kunnen alleen maar concluderen: ten eerste dat het niet is zoals men het ons voorstelt. Dat draaien bolletjes. Mm -hmm. Daar is geen enkel mm -hmm. bewijs van. En alles wijst op, op het uh, tegendeel. En. Uh, mm -hmm. En mijn visie op dit moment is dat onze aarde deel uitmaakt van iets wat gecreëerd, dus geschapen is, als het stabiele centrum waar rond onze kosmos is uitgespannen. Dus dat betekent, we zijn een deel van een geheel. Wij zijn dus begrensd, wij kunnen niet verder dan Antarctica die geen continent is, maar dus een enorme ijsgordel aan de periferie. En we kunnen ook niet uh, verder dan de Noordpool. Daar is ook een soort van... Uh, maar bedoel je dan rond? zo dat dat zo gelijk zo, de Simpsons hadden? Dat er zo zo'n soort van koepel is dan, waar je dan niet langs kunt ook? Ja. Um. <coughs> 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 en boven ons is ook iets wat voor ons... Met de huidige technologie en levend in een uh, materiële 3D-wereld, voor ons op dit moment ondoordringbaar is met onze technologie. Dus uh, alle bemande ruimtevluchten uh, sinds uh, begin van de jaren 60, die gaan niet hoger dan 300 kilometer. Mm. Dus als we spreken over ruimte, en zoals ons dat wordt voorgesteld, dit is. <laughs> Een klein sprongetje van niks. Ja. Dus. Um, Diep. Uh, ja, uh, en uh, uiteraard, wat er dan onder ons is, ja, daar kan ik natuurlijk. De underworld ja, bedoelt ja, je dan? Ja. Hè? ja. Want da, 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 als je dan spreekt over de aliens, hè, waarbij dan men altijd ons wilt vertellen dat de aliens van space komen. En als je Graham Cock dan op uh, National Geographic of op uh, Netflix gaat beginnen kijken, dan zijn ze allemaal van space aan het komen en zijn ze al lang hier, de aliens en dit en dat. Maar als je dan onderzoek doet, effectief kijkt, dan zie je dat alle aliens, oftewel uit de oceaan komen of uit de berg komen of onder de grond, de UFO's bedoel ik dan. He, dat dus niks van het space komt of naar, naar boven vertrekt. Ja, ik gebruik liever uh, de term extraterrestrials. Ja? Extraterrestrials, als we dus zeggen dat het dus een, een centraal plateau is, die we Gaia kunnen noemen, dan is de band die wij bewonen Terra. Terra, ja. Onze, onze, onze aarde. En dus uh, in antwoord op de vraag van... ...zou er leven en biotoop en wezens zijn... ...aan de andere kant van de Zuid- en de Noordpool... ...dan wijst alles erop dat dat inderdaad zo is... ...en dat er van daaruit uh, in bepaalde perioden... ...en misschien omdat men over een, een technologie die ons onbekend is beschikt... ...dat men hier in onze terra, in onze biotoop gekomen is... En als je je onderzoek doet, dan eh, kan je niet anders dan eh, dat concluderen dat hier wezens gekomen zijn, eh, die verder ontwikkeld waren dan wij, die hier wellicht op zoek waren naar dingen die voor hen interessant waren, en die ook eh, eh, zich gemoeid hebben met de ontwikkeling van de, de mensheid als dusdanig, die ons dingen geleerd hebben. Hey. Als je kijkt, Centraal-Amerika, uh, uh, Sumerië, Egypte en uh, uh, Indië, uh, China, daar uh, is plotseling, was plotseling alles op een toppunt: van architectuur, van uh, uh, hoe aan landbouw doen, van literatuur, van staatsvorm uh, uh, en geneeskunde, alles was daar op, op een toppunt. Plotseling. Niet als gevolg van een geleidelijk aan uh, leerproces, ontwikkelingsproces. Maar nee, het is, het, het is ons gegeven. Dus die uh, wezens, die extraterrestrials, hebben uh, een, 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 in die zin een positieve invloed aan, uh, op ons gehad. Maar er zijn ook extraterrestrials gekomen die minder nobele bedoelingen hadden. En die in onze genetische constitutie hebben ingegrepen, en die gemeenschap gehad hebben, zoals in, niet alleen in de Bijbel, maar ook in, in uh, alle oude geschriften van, van overgangs de wereld gezegd wordt, dat die uh, uh, dus, uh, zich vermengd hebben met uh, vrouwen van, 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 van de mensen, ja. mm. waaruit een speciaal ras is gekomen, een gemengd ras. Spreek je dan over de archons en de reptilians? Of? En uh, wie die wezens geweest zijn, als we uh, afgaan op de manier waarop dat onze voorouders dat uh, vormgegeven hebben, dan gaat het inderdaad in, in die uh, richting. En kijk rondom jou, zie naar de afbeeldingen die bijvoorbeeld in Londen, in de City of London zijn. Ja, daar zie je draakachtige, reptielachtige uh, uh, wezens. Van waar komt dat? Ja. Er, is, uh, ja, er is een waarheden verborgen of ze ja, ja. laten het zien, maar heb je al zo iemand gezien, zo'n shape-shifting reptilian, zo, toevallig? Nee nee. Nee, 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 nee. Ben je ooit als misschien in contact <laughs> geweest met een uh, alien-abduction? Of ken je überhaupt iemand die dat al heeft meegemaakt? Ik, ik heb wel al gesproken met mensen die uh, in contact gekomen zijn met dus die, die harde kern, die dus afkomstig zijn uit die hybride families hè, die dus het resultaat zijn van uh, extraterrestrials en, en, en mensen en die dus in belangrijke mate dat genetisch materiaal hebben en die mindset die er uh, uh, mee gepaard gaat. En uh, wat die mensen dan zeggen is: dit voelt heel uh, onprettig aan, dit voelt heel koud aan uh, en dit voelt ook heel Bedreigend aan. En als contact je, bij die. En als je soort. in de ogen van die mensen eh, kijkt, ja. dan zie je iets zwart. Dan, dan, mm. apple, dan zie je daar geen ziel. Dan mm. zie je daar geen eh, spirituele euh, euh, wezen. Ja. Ja. Um, ja, dat er contact geweest is, dat. Um, Vooraf, dit is niet een dossier waar ik echt al heel grondig mee ingewerkt in, in heb, hè. maar op basis van wat ik op mijn radar zien passeren heb, haak ik ervan uit dat er op het hoogste niveau uh, al heel lange tijd, zeker na de Tweede Wereldoorlog, contact is tussen die extraterrestrials en de hoogste geledingen van, uh, onze, van onze samenleving. Hey, de Majestic 12, en zo verder. Uh, en dat, als je ziet welke enorme sprong dat de technologie na de Tweede Wereldoorlog gemaakt heeft, dan kan je dat alleen maar verklaren bij uh, aanname van de hypothese dat die technologie ons gegeven is. Mm. Uh, ja. Dat er dus een, 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 een samenwerking uh, geweest is. En als we het hebben over UFO's. Dan zeg ik: Oké, okay, ofwel zijn dat uh, vliegende tuigen van die extraterrestriërs, dat kan. Ofwel uh, vliegende tuigen die wij zelf als mensheid gemaakt hebben dankzij die overdracht van technologische kennis. Of dat kan natuurlijk ook, uh, uh, wat ze noemen. Uh, Projectie, Abduction. Uh, nee, nee, nee. Een projectie dat men de illusie creëert. Mm. Hey? Dus. Um, op Operation Bluebeam. Hoe noemt men die technologie? De, de term ontsnapt men nu. Ja, uh, dat is een beetje virtual reality of augmented ja, reality. Zo. Dus, dus men kan. Ja. Men heeft nu al de technologie. van in de jaren 50 al. Hey? Want men moet zich goed beseffen. dat uh, men veel verder gevorderd is. dan het technologisch niveau dat men nu. ...aan laten ons zien. presenteert. Ja. Ja. Uh, Holografische projectie, zo noemt die technologie. Ja. Dus, dus men kan hier iets uh, in de lucht uh, laten uh, voorbij glijden... ...bij wijze van spreken. Waarbij dat je zegt van wauw, wat is dat? Je, uh, eventueel ook met bepaald geluid uh, be, uh, begeleid. Zodanig dat je die illusie hebt. En dat moet je dan ook zien tegen de achtergrond van de plannen die bestaan en die bekend zijn, dat in hun pogingen om heel de wereld onder hun controle te krijgen, dat ze dat maar enkel kunnen via de angst op allerlei domeinen, en dat de troef die ze op een bepaald moment op uh, tafel gaan meppen is de dreiging, de angst voor een uh, invasie van aliens. Mm. Waardoor we gedwongen zijn om. Uh, uh, samen uh, te werken. Dus daar is men heel geleidelijk aan uh, mee bezig om ons daarop voor te bereiden. En om ons in dat geloof en die aanname uh, te lokken. Ja. En dat is belangrijk dat we dat uh, met elkaar, dat inzicht met elkaar delen om uh, te zeggen, ja maar wij spelen daar niet mee. We gaan daar niet. Want uh, 9-11 was ook zo gestaged, hè? Uh, met die holografische projectie, als ik het goed heb. Hè? Ja, de eerste persoon die bij zei van uh, Peter: er zijn zelfs geen vliegtuigen ingevlogen. Dan dacht ik ook: ja, al, alleen. <laughs> ja. he. We hebben het toch gezien, ja. Men heeft ons iets getoond. Het was een, een show, ook op dat vlak. Sj een gigantische show. 9-11 is echt. Een kluif waar je niet aan. Uh, ja, waar je eeuwig kunt mee bezig blijven. Ja. Er zitten zoveel. zoveel lagen in. Uh, ik heb een presentatie van drie uur. waarin ik het heb over de occulte aspecten van 9-11. Hey, dus als je aandacht uh, geeft aan uh, bepaalde data, getallen, uh, symboliek, mythologie. Uh, hmm. en, en alles wat daar gebeurt en gezegd is dan zeg je, dit is één groot satanisch offerritueel ter ere van eh, wie eh, de godheid van eh, de elite is. Het ja. dus ja. is ongelooflijk. Heel knap in elkaar. En dus dat bewijst dat de plannen die zij nu uitrollen, dat zij daar al heel lang mee bezig zijn en dat dat... Onvoorstelbaar sluw doordacht is. Vooral op het niveau van mind control. Ik vind het wel ook chic zo, ja. hè? want ze zijn sluw doordacht. Ze doen wel goede stappen. Ze laten niet snel een steekje vallen, vind ik. Maar toch hè, zijn ze sinds de tijden van Sumeria en van Babylon hebben ze al altijd overname willen doen en totale controle willen overnemen van de wereld. <coughs> ja. Maar tot op heden zijn ze er nog altijd er nooit echt in gelukt. Omdat. Ja. ja. Ja, het is. Ja, het, is of het leidt kapot anders. Het is Ze een, mogen dat niet. Het is een spannend spel, hé? maar omdat je nu zegt inderdaad: wat ons betreft begint alles bij Sumerië, Babylon en, 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 dan, en dan Egypte. Uh, en daar ligt de wortel van het kwaad: van het geldsysteem, het religieus systeem, alles. En uh, als je goed nagaat, dan zie je dat men vanuit die tijd. En vanuit die kringen stelselmatig twee beelden is beginnen propageren. Enerzijds het beeld van het zonnestelsel, dat alles draait rond de zon, en anderzijds dat de aarde een bol is. Waarom is dat belangrijk? Zonnestelsel, dat betekent volgens de, de logica van zo boven, zo beneden. Dat ieder fatsoenlijk systeem centraal moet gestuurd worden, beheerst worden, gecontroleerd worden. Alle grote of veel grote leiders zien zichzelf als een soort van zonnekoning. Hè, waar iedereen moet naar luisteren en waar iedereen onderdanig moet tegenover zijn. En het andere idee van de aarde een bol, iets dat je in je hand kan nemen, en zo worden ze dikwijls ook afgebeeld hè, met de aardbol. En wat je dus in je handen kunt krijgen, wat je in je macht kan krijgen. Ja. En dus de kracht van die symbolen is, is onvoorstelbaar groot op, op onderbewust niveau. En je weet ook, evengoed als ik, dat het uh, voornaamste van hoe wij denken en ons voelen bepaald wordt vanuit die diepere uh, regio. Ook vanuit onze, onze bovenkamer, he, vanuit onze ratio, maar. Uh, het, uh, het wordt in overwegende en bepaalde mate uh, op, uh, op onderbewust niveau uh, voorbereid en, en, en geregeld. En dan zie je inderdaad dat uh, vooral vanaf de jaren 1500 vanuit het Vaticaan heel geleidelijk uh, aan de hand van een aantal figuren, die dan als de wetenschappers werden voorgesteld. Het idee ons door uh, de, het strot geduwd is van we leven op een draaiend bolletje binnen een, ja, een, een oneindig universum. Uh, en, het, uh, en als ik uh, nagaat van, ja, oké, okay, interessant, maar welke bewijzen hebben we ervoor? 0,0. Het is een aanname, het is een filosofische aanname. Die dan met um, uh, wiskundige abracadabra uh, wordt onderbouwd uh, ja. en met, uh, met een hele virtuele show. Alles wat men ons toont vanuit de ruimte is uh, geen weergave van iets wat men ziet, maar van wat men als illusie creëert. Ja, en waar leven we dan in? Want oké, okay, als je dan niet in de rolbol leeft, dan is het niet de bol, maar dan is het ook niet een, een flat earth, hè? Want daar, daar, maar dan is het de aarde hollow, ja. misschien. Maar wat bedoelen ze dan met hollow? Of nee. nee dus, of, uh, met, of een ei, wat je ook aanhaalt. Voilà, voilà, nu komen we echt euh, tot de essentie: het idee van het kosmisch ei, dat universeel en van alle tijden is. En uh, waar mythologieën het over hebben, de oude godsdiensten, de oude wijsheidsgeschriften. Uh, als je uh, ook kijkt naar hoe de natuur werkt en hoe bijvoorbeeld een ei tot stand komt, dan zie je dat dat uh, hetzelfde beeld is en dat diezelfde principes van elektromagnetische werking. Daar aan de grondslag van liggen. En dat is ook een inzicht dat jullie hebben op het vlak van, van voeding. Want uiteindelijk, er bestaat een fysieke wereld en die wordt gestuurd door een bovenlaag en die is elektromagnetisch. En die voert uit wat op een nog hoger niveau, op een bewustzijnsniveau, als input, als eh, energie, als informatie. Via die tussenlaag eh, eh, wordt eh, doorgegeven. Dus op fysiek vlak zijn wij, zoals we hier samen zitten, eh, elektromagnetisch functionerende eh, wezens. En iedere cel van ons, van de eh, 100 triljoen cellen zeker, vinden zich per seconde 200.000 chemische reacties af. Ja. Ja, ja oké. Okay. Zo. En dat verloopt gecoördineerd, gestuurd. Omdat, omdat we ook door die elektromagnetische uh, lagen uh, uh, omringd zijn, die dat alles uh, 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 begeleiden en, 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 en controleren. En dus, wat is het idee van het kosmisch ei, dat op een bepaald moment binnen het grotere geheel waar wij. Uh, ja, laat, Laten we geleidelijk aan groeien in, in, in pogingen tot uh, inzicht, maar dat zich dus een ruimte heeft gecreëerd waar niets was, niet iets, en waar dan geleidelijk aan het scheppingsproces uh, is tot stand gekomen via een elektromagnetisch toroidaal werkend systeem. Nee, Daar dat ja. bestaan hele mooie uh, afbeeldingen. Zijn we van. Ook, en zijn ook teruid, we hebben ook een torah ja. rond ons. En alles uiteindelijk tot op celniveau werkt volgens dat principe. Dat heeft voor gevolg dat er uh, centraal uh, zich uh, een fysieke realiteit begint te vormen. En men noemt dat uh, in Egypte de Ben-Ben. Uh, um, dat heeft in alle culturen een, een, een naam. Laten we het Gaia noemen. Gaia. Ja. Uh, ja, uh, het, het aardvlak dat begint te, zich te manifesteren en begint te groeien. In ringen, zoals een boom ook met jaarringen mm -hmm. uh, ja. uh, uh, de, tot, tot stand komt. En uh, dus. Wij zitten in een van die ringen en boven iedere ring bevindt zich een soort van ja, elektromagnetisch ja. werkend systeem dat ervoor zorgt dat dat een afgesloten biotoop is. Dat al die ringen afgesloten eh, biotopen eh, wow. ja. zijn. Ja. En um, ja, je had zoiets aangehaald waarbij we dan in dat kosmisch ei zitten. En dan had ik arian gezien en de polarian. Helemaal van boven in dat kosmisch ei, ja. Want je hebt zoveel verschillende lagen. Centraal, centraal. Ja, en, en jij zei zo dat aan de bovenkant daar alles wordt geregeld. Bedoel je dat daar dan de speciale gelegenheden zitten? Of? Nee, ik bedoel dat uh, centraal. Hè, want dus centraal heb je de, de, de acties, de, de aandrijfstang. Wat men ook in uh, uh, mythologie uh, voorstelt als de boom des levens. Mm -hmm. De boom des levens die. die al en dus centraal is daar een ruimte. Waar wezens zijn die niet uh, fysiek zijn, zoals jij en ik, mm. en, en, en waar aan uh, schepping wordt gedaan. Waar nieuwe wezens worden gecreëerd, die dan in, uh, zeggen, in de crash worden gezet. En dat is de tuin van Eden. Mm. De tuin van Eden, die zich dus aan de andere kant van de Noordpool uh, bevindt. En. Uh, Waar het heel goed is, waar het heel paradijselijk is. Is dat niet is. Hyperborea? Nee. Hyper en Hyperborea was dat ook, ja. En, en dan, om de zoveel jaar, is dat nu 26.000 jaar of is dat langer? Wie zal het zeggen? Um, is er een soort van shift waarbij wat het paradijs was, de tuin van Eden, naar de buitenkant wordt geduwd? Waarbij er dus een nieuwe ring wordt gevormd. Ah ja. Ja. En dat zit in ons collectief geheugen, onder bewustzijn dus, dat wij komen uit een tijd en een plaats waar het idyllisch was, waar het paradijselijk was. En dat, we, dat er dan omstandigheden geweest zijn die ja, zeer catastrofaal. Eh, de vlot, hè? De, de, ar ja, ja, de tsunami. Ja. Bah. De... Ja. Ja. Dus nogmaals, ik, ik, ik ben dat nu aan het beschrijven vanuit het, uh, het, het nederige besef van hoe het precies gaat. Dat, dat weet ik natuurlijk en dat weet denk ik uh, niemand. Uh, maar dat het in die richting moet gezocht worden van hoe het werkelijk uh, zit. En dan zit ik ook nog te denken aan uh, de, de, de vaststelling dat die kennis over. Onze biotoop en het grotere geheel van onze kosmos, dat die er vroeger was. En dan verwijs ik altijd naar die ja. grote bibliotheken van Alexandrië en van Pergamum, waar dus uh, tienduizenden boekenrollen zaten met kennis daarover. En die is verdwenen, die heeft men ons uh, ontnomen om ons dan op te zadelen met een kinderachtig, absoluut ongeloofwaardig uh, ja, beeld. En, 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 en hoe is dat zo ook gekoppeld met simulatietheorie? Ik weet niet of jij gelooft, maar ze zeggen dat tegenwoordig zo wel eens al, dat we in een simulatie leven. Ja, goh, um, ik ben nogal, nogal nuchter. Uh, men heeft ons in ieder geval uh, in een toestand gebracht waarin dat we zeggen... De werkelijkheid is alleen de materiële gegeven. Wat we dus met onze zintuigen kunnen in beeld brengen. En wat we met ons verstand kunnen begrijpen. Nee? Ja. Dat is dan voorgesteld als de verlichting. Als een stap vooruit. Uh, ik ben dat anders beginnen bekijken. Dit was een geweldige stap achteruit. Met de verlichting is het licht uitgegaan, want dan hebben we onszelf. Onwaarschijnlijk beperkt. He, want je weet ook dat wat wij zien. Uh, is een beperkt gedeelte van het elektromagnetisch uh, spectrum. Zeker. Uh, dus alles wat daarbuiten valt. zien we niet. En dus moeten we. volgens de, de, de heilige wetenschappen aannemen. bestaat niet. Is fantasie. Is, uh, 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 enzovoort. Dus men heeft onze. Uh, onze essentie uh, en, en onze verbondenheid enorm, enorm uh, uh, beperkt. Ja. Bewust natuurlijk, bewust. Ja. Um, en dus waar uh, vroeger heel de mensheid en nu nog in afgelegen gebieden uh, mensheid in verbondenheid leefde, met de natuur, met elkaar en ook met het grotere geheel. Ook met de voorouders, hè, want dat is één mekaar beïnvloedend uh, geheel. Dus die fundamentele verbondenheid heeft men vervangen door een, een afgescheidenheid en, en een beperktheid. Ik denk nu spontaan aan uh, Maarten uh, uh, Oversier. Die dus heel veel uh, weet over uh, vorige levens en hoe dat, je, ja, ja. hoe dat dat doorspeelt, en ook over um, hoe Indianen uh, denken. Eh? En, <tie> en dan zie je overhangs uh, de geschiedenis dat er vanuit die elite uh, dit soort van denkwijze is kapotgemaakt. Eh? De, maar ik het noemen, een spirituele denkwijze... waarin dat het besef is van... wij mogen hier tijdelijk verblijven... om ervaringen op te doen, om ons te ontwikkelen... maar wij zijn in essentie... Uh, 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 zijn wij meer dan enkel een fysieke uh, verschijning. Dus dat idee is men overal beginnend bestrijden. Hè. En in Amerika zijn er, is er dus een, een, een genocide geweest... Met de kolonisatie van ongeveer 100 miljoen doden. <laughs> Kunt u dat voorstellen? Met de zegen natuurlijk van onze Heilige Moeder, de, de Katholieke Kerk. Ja. 100 ah. miljoen Indianen die uh, afgeslacht zijn. In the name of God. In the name of God, in the name of uh, vooruitgang. Hier in West-Europa was dat hetzelfde. Toen, toen uh, Julius Caesar hier kwam woonden hier Kelten met druïden, dus die hadden ook dat soort van, van levensbeschouwing. En die zijn ook allemaal uh, uh, uitgegroeid. De druïden voorop. Oh. Om, om dus die kennis uh, ja, met wortel en al... Uh, Want daar lag wel die essentie van het leven, hè, bij de druïdes of bij de, uh, ja. bij de shamanen, ja. waarbij men in de natuur leefde en... Ja. En in die verbondenheid, en, en dan als we denken aan die constructies zoals Stonehenge en al die meniers en die dolmens en, en, en zo verder. Ja, waar wij nu met een open mond van was dat dat hier te doen en, en zo verder. Ja, dit had in het begrijpen en het gebruiken van heel het energetisch systeem had dat wel degelijk, had dat wel degelijk zin. En nu hebben wij nog niet eens meer de frequentie om dat te begrijpen, allemaal dan? Nee, maar opnieuw. En we gaan vooral uh, koppig positief blijven. Yeah. Die kennis komt weer naar boven. Zeker. Die dat is de bedoeling. Dat is, ja. en, en wat eigenaardig en, uh, is dat als je op zoek bent naar de waarheid. En jij bent dat fanatiek en ik ben dat ook. Ja. We willen weten, we willen ja, begrijpen. We, 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 we dan zoeken. kunnen we dat van op drie niveaus controleren. Of dat we in de juiste richting zijn: met onze bovenkamer, hey, bewijzen. Vanuit ons hart, maar dan hebben we nog de diepere regio, het gut feeling. Ja. Uh, omdat ook in de darmen zitten neuronen, dus daar zit ook een intelligentie. En zoals ik het begrijp, zit daar ook uh, die kennis die we hebben doorheen de eeuwen en millennia uh, heen, zit die kennis opgesloten? Uh, of is die aanwezig? En met andere woorden, als we in contact komen via een open ingesteldheid met nieuwe informatie, eigenlijk oude informatie, maar nieuwe informatie, <laughs> waardoor we misschien als bovenkamer zeggen, ho oh, oh, ho oh, ho, op het diepste niveau zeggen we, ja, dit voelt goed aan, dit is iets waar we eigenlijk mee vertrouwd zijn, wat men ons heeft Afgenomen wat onderdrukt is. Dus eh, als je met open-minded mensen spreekt over ja, dat bolken versus eh, dat we, we het stabiele centrum zijn, dan zeggen die ja, dat, dat, heeft, dat heeft zin. Als je het dan verder uitbreidt van we zitten binnen een, een geheel, een soort van kosmisch. Uh, uh, ...dat elektromagnetisch werkt en dat groeit en dat evolueert enzovoort... ...waarin we neerdalen om hier onze ervaringen te kunnen hebben... ...dan komen er ook signalen vanuit die regio van... ...ja, we kunnen absoluut nog niet antwoord geven op alle vragen van... Uh, ...ja, wat zit er hieronder en is er misschien ook nog een innerworld... Allemaal, allemaal best mogelijk, allemaal best mogelijk, ja. maar laten we er met een, uh, een open ingesteldheid op basis van echte informatie en op basis van echte vaststellingen in alle openheid over uh, van gedachten wisselen. Ja, en dat altijd mag zijn zonder elkaar ja. dan te discrimineren of, of ruzie te maken. Of, ja, en, dat, dat en, we, het, ja. en het is ook daarom dat ik daar, godverdorie, eh, eh, in, in doorga. Hè? Want er zijn heel veel mensen uit oh, oh, mijn omgeving ja. die zeggen van... Jongens, stop ermee, maak ja. je uw eigen belachelijk en, ja. en zo verder. En dan zeg ik, godverdorie, de waarheid is de waarheid. En nu is de tijd om... Uh, recht op te staan en rechtuit te spreken. Inderdaad, ja. ja. En ben ik verkeerd? Uh, ik denk dat ik in essentie juist zit. Maar als iemand mij uh, morgen een, een foto of liefst nog een video geeft, genomen vanuit de ruimte van ons bolletje dat we daar zien draaien, <laughs> dan zal ik zeggen, oké. Okay. Ik heb mij onvoorstelbaar uh, laten misleiden. Ik trek me nu terug in het uh, hoogste, meest afgelegen, strengste klooster. En ik ga boete doen. <lacht> <lacht> ja, ik denk ja. het niet. Ja. Dus ja, Peter, als je dan zegt dat we niet zoveel kilometer per uur uh, in de ruimte aan het uh, reizen zijn als een aardbol. Nu, wat zijn we dan wel aan het doen eigenlijk? Of beter de vraag gesteld, wat is Elon Musk altijd maar aan het doen? Want Elon Musk die zit altijd met SpaceX raketten in de lucht te sturen, dan wilde hij toch iets doen? Of was die intentie daarvan? Ik weet niet hoe uw perceptie daarover is. Ja, hij is goed bezig, he? want uh, een paar weken geleden had hij een, een, een tweede raket uh, in de lucht uh, laten gaan, die in plaats van na vier minuten, na acht minuten ontploft is. <laughs> ja. En dus hetgeen dat hij dan wel voorstelt als geslaagde lanceringen, als je er goed naar kijkt, uh, met de kritische blik van, van een kind, zou ik zeggen, dit is niet echt, dit is een illusie, dit is een, uh, een, een show, dit is uh, CGI, dit is uh, computerspelken waar, waar dus is we naar kijken. Dit is geen realiteit. Dit is geen realiteit. En ah, dan, ja. En dan uh, die, die raket met, met die auto daarvoor <laughs> op, op de neus, die dan uh, zogezegd nu op, op weg is naar de zon, als ik het uh, goed voor heb. Dit is te belachelijk, <laughs> dit is te belachelijk. Dus ja, uw perceptie dan over Elon Musk is ook gewoon cool, dat hij mee echt helpt aan de deception. Ja, ah, en, 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 en als je die, die man beluistert en bekijkt, uh, hoe geloofwaardig is hij en hoe menselijk is hij? Ja, ik ken en... iemand die die heel fel volgt en hij zegt wel echt, ja, hij, heeft, hij is echt een, een vol vertrouwen in Elon Musk. Hè? Ja, oké, okay, oké. Okay, uh, <laughs> ik zou zeggen, uh, blijf kritisch en de, uh, het moment komt waarop dat je zult ontwaken uit die, uh, uit die waan. Uit die uh, misleiding. Hey. Uh, Elon Musk is een van de poppetjes die daar gezet wordt. Uh, als vertegenwoordiger en als profeet van de, de echte uh, machthebbers. Ja, ja. Uh, ja. ja. Dan is dat dus zinvol om hem niet meer te gaan bekijken. Ja. Maar... Uiteindelijk is die toch wel iets aan het doen? Of denk je dat die raketten die zij aan het maken zijn, dat dat CGI is? Dat dat niet eens echte raketten zijn? Want die zijn toch effectief wel iets aan het in de lucht de hele tijd aan sturen? Of dat nog niet eens, denkt u? Oh, um, zoals men het ons voorstelt, is het zeker niet. Dat kan zijn dat men experimenteert om uh, fysieke objecten te laten in de, in de lucht gaan... Uh, maar dat die dan doorstoten naar de ruimte en dan uh, die ongelooflijke uh, trajecten gaan afleggen, daar is geen enkel uh, uh, bewijs voor, ja. En, en ik zat ook nog te denken, uh, onder andere Christus heeft gewaarschuwd dat in de, in de eindtijd, die we dus nu beleven, hey, voor alle duidelijkheid, dat er veel valse profeten zullen opstaan. Uh, ik denk dat dat zelfs het grootste... Een ding gaat zijn van dit jaar, waarbij eh, ja, het spirituele waarheid vinden. of de spirituele ego waar je dan in kunt vallen. waarbij dan die leiders zoals bijvoorbeeld Andrew Tate, Elon Musk. en ik wil ze dan niet slecht of goed praten, maar die gaan dan. of Graham Hancock, Zachariah Sitchin, ik weet niet of je die kent. maar dat zijn mensen dus van de, van de elite. die een psy-op doorvoeren, waarbij die dan ons leiden in een bepaalde waarheid die dan totaal niet de essentie is. Ja. Waarbij wij dan wel denken nu dat we de waarheid misschien hebben. Ja. ja zo, ja. Maar het, is, het, het, het wordt enorm vernuftig gespeeld, hè? want je laat daar de naam vallen van Sakurai Sitchin, ja. die heel veel uh, informatie inderdaad naar boven brengt. Ja. Maar het kader waarbinnen hij dat doet... Daar klopt iets niet Daar klopt iets niet in bovendien. Uh, Sakurai Sitchin uh, is enorm gesteund door de Rothschilds. Kijk eens aan. Ja. En Sakurai <laughs> Sitchin heeft wel uh, boeken gepubliceerd, die een enorm succes hebben. En dat is ook al een, een verdacht signaal: ja? iets dat plotseling wereldwijd uh, een hype wordt. Dat is niet natuurlijk, dat wordt gestuurd. Hè. En Zechariah Sitchin is nooit bereid geweest om in dialoog te gaan, om oh. uh, uitleg te geven. Net zoals Al Gore, die ja. wordt dan wel ge geprojecteerd als de nieuwe groene goeroe, maar <laughs> hij weigert ook iedere discussie, hè. hij mag zijn Diep. show opvoeren. Hè. Uh, hij vliegt overal naartoe met zijn privéjet, uh, maar hij gaat nooit in, 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 in discussie. En dat is de diepteheid van alles nu, dat, ja. hè, waarbij iedereen nu aan het wakker worden is, dat we dan wel echt naar de waarheid aan het zoeken zijn. Ja. Of dat we dan tenminste, hè, zoals jij zegt, via ons hoofd... Ja. hart en buik tenminste duidelijk gaan zoeken naar de waarheid. En dat is wat wij samen ja. wel graag doen. Ja, want, ik doe elke dag mijn onderzoek. Ja, want ja, voor alle spijnt. duidelijkheid... Ik ben er ook verschillende keren in gelopen, hè? Inderdaad, zeker. He? Het spirituele ego ben ik ook in gevallen veel. Ja. ja. En dus, uh, oké, okay, uh, dan moet je dat met mildheid aan jezelf vergeven... <laughs> en daaruit de lessen trekken. En uh, ja, vanuit dat... Um, voortschrijdend inzicht en verruimd bewustzijn ervoor zorgen dat je niet meer in die val uh, loopt. Ja, ja. Inderdaad, Booby traps. Pa, pa 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 let op. Hè. Ja. Ja. Deception is de grootste valkul, denk ik, van alle mensen die nu wakker gaan worden. Dus ja. Ja. Die, ja, inderdaad. En ja, in de vorige podcast, ja... Maar, maar, om, want je had ook gezegd van ja. Ja, de maan, wat is dat eigenlijk? Ja, is wat is de maan? Wat is de maan? Ja, een goede vraag. Het wordt ons voorgesteld alsof dat, dat een uh, grijze rotsblok is, bol. Ja, hey, in de ruimte. Die op 300.000 uh, kilometer van uh, ons uh, uh, rond de aarde uh, cirkelt. En die het uh, licht van de... Zon weerkaatst. Hoe ja, kan mm -hmm. een, een bolvormig, grijs, zandachtig oppervlak zo'n helder licht geven? En als je dat dan uh, bekijkt, dan zeg je ja, het soort licht dat we van daaruit krijgen is een heel ander licht dan wat zogezegd de bron is, de zon. Het heeft een heel andere effecten, dat heeft een heel andere temperatuurgevolgen. Uh, 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 en als je dan, louter door, door te kijken en gedurende een maand uh, de bewegingen van zon en maan te, te volgen en die gestalten die de maan aanneemt, he, van uh, volle maan tot en met uh, nieuwe maan, en je ziet dat in, uh, in, in relatie tot de zon, dan zeg je, dit klopt niet. Net zo min als die uh, zonne- en maaneclipsen kloppen. Daar gebeurt iets anders dan wat men ons voorstelt. Men stelt het ons voor alsof ja, de zon, uh, de, de aarde die dan tussen de zon en de maan mm -hmm. komt, of de maan die tussen de zon en de aarde komt, maar, maar dat. Dat, dat klopt niet, dit is een uh, en, en die, die eclipsen hebben wel een invloed op onze energie, zeggen ze. Hè? Ja. Ja, zo volle maan, oh, het is nu nieuwe maan. Maar ja. het heeft dan, zeker bij vrouwen, een menstruatiecyclus op dat moment, soms meestal. Alleen heeft het ook een invloed op onze energie. Want het heeft ook een invloed op de energie van de oceaan. Ja. Maar als we dan inderdaad in een elektromagnetisch werkend systeem zitten, dan is het mijn begrijpen dat de zon en de maan daar een uh, sturend uh, samenspel in vormen: dat de zon vooral uh, elektrische energie is, dus de mannelijke energie. En dat de maan dan het magnetische component is, het, 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 het vrouwelijke uh, component. En dat, dat verklaart bijvoorbeeld ook het fenomeen van de getijden. De hey? wat? De getijden. Getijden. Eb en vloed. Ah ja. Hey? Ja, ja, ja. Dit wordt niet veroorzaakt door dan zogezegd de zwaartekracht, de aantrekking die vanuit die bol die de maan is, uitgeoefend wordt, maar door uh, de energie die uitgaat van uh, de maan die een aantrekkende energie heeft. Eh? Ja. Terwijl de zon tegenovergesteld hmm. en uh, een wegduwende uh, uh, energie is. Ja. Maar uh. wat is dan de maan eigenlijk? Want ja, we, we zijn nooit naar de maan geweest. We kunnen, ik denk persoonlijk, we kunnen niet naar de maan gaan. Ja. Wat is dat volgens jou? Um, het, ja. Ik denk niet dat het een, een, een fysiek iets is. Net zoals. Uh, een hologram uh, de, de zon. dus, ja. misschien. ik denk dat het een elektromagnetisch. Uh, um, Plasmatisch. Ja, ja. ja wie zal het... Je kan ook niet ontkennen dat je op bepaalde momenten. dat het zich als transparant voordoet, dat je er uh, kan doorkijken. En zeker dat het niet op die ongelooflijke afstand staat. De zon op 150 miljoen kilometer. <laughs> dat, 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 is, dat is te gek. En dat is niet uh, compatibel, niet te verklaren met fenomenen die we zien... van uh, het zonlicht dat, dat dan door wolken breekt en uh, ja, die stralen geeft. Uh, dit is uh, tot, totaal ongeloofwaardig. Ja. Er is iets Ik... heel anders, ja. Ik had gezien zo dat eigenlijk de, de maan een, een exacte kopie is van hoe de aarde is gepresenteerd op vlak van Map. Blijkbaar. Ja, dat is een interessante uh, theorie dat uh, op de maan een soort van uh, uh, röntgenfoto afbeelding geprojecteerd uh, uh, ja. is, van enerzijds hoe de aarde. En een deel daarbuiten ja. uh, is vastgelegd, maar ook een uh, afbeelding van uh, het firmament dat rond die polster, rond Polaris draait. En dat die twee foto's over elkaar gelegd zijn. En dat dat het spektakel veroorzaakt uh, wat wij uh, kunnen uh, observeren. Ja. Daar dat... voel je ook aan van: dit zou best wel kunnen. Dit zou best wel The kunnen. De ja. Maar in ieder geval, het is absoluut zeer zeker, wat mij betreft, niet zoals men het ons uh, voorstelt. N ja. Na, je zei ook dat we zo in die firmament leven. En met Ab Admiraal Beurt, als ik het goed had begrepen, zei jij. of is die buiten de koepel kunnen gaan? Is, geloof je dat? Of in uh... hoeverre hoe denk je dat dat waar is? Dat, dat zij. Je moet Dat altijd door. behoedzaam en voorzichtig zijn. Ja. Uh, Admiraal Beurt kwam ook uit die uh, kringen. Die hogere uh, kringen. Ah, nee, ja, hij was ja, ook ja, een, ja. een 33 graadse uh, vrijmetselaar. Hij zat dus in, in de top van uh, het, uh, het leger, establishment. Dus informatie die van daaruit komt, <laughs> uh, ja, uh, moet je uh, God, met, dus met voorbehoud uh, ja. uh, uh, bekijken. Maar. Het is mijn begrijpen en aanvoelen dat het best mogelijk is dat hij zowel de, 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 de kring rond de Noordpool heeft uh, mogen doorvliegen. Dat hij in contact gekomen is met de wezens die daar leven, die uh, Ariërs. Noordpool genoemd. is dan Alaska? Nee, dat is Antarctica. Dat is een andere kant, alleen nog verder. Hé. Nog verder, ja. Okay. Want de een Noordpool, daar, daar, daar kunnen we niet komen. Ja. En, daar, en, en, en waar dus ook wezens leven die uh, beschreven worden als twee meter uh, hoog, uh, blond van haar, met blauwe ogen. Ja. En waar hij dus een onderhoud zou mee gehad hebben en hetzelfde zou hij gedaan hebben de andere kant dan van de zuidpool, dus hij zou op een of andere manier met zijn vliegtuig erin geslaagd zijn om die ja, die stolp die er is te kunnen doorvliegen en hij zegt dat hij daar 2.700 mijl uh, verder is kunnen vliegen en dat hij daar ijsvrije uh, gebieden zag met heel veel uh, mineralen, stromend water en een aangenaam uh, klimaat. Ja. Wauw. Ja. Dus het feit dat zo iemand dit uh, zegt in een periode dat er nog uh, dat de censuur nog niet zo dwingend was als die nu is. Uh, begrijp ik als uh, dat die man uh, op, uh, op die wijze toch de moed gehad heeft en ook uh, het moreel verantwoordelijkheidsgevoel om die boodschap uh, te, te brengen? En zeer ontroerend vind ik hoe dat zijn uh, dagboek van 1956 uh, eindigt, want hij is kort nadien uh, plotseling gestorven in zijn slaap. En dat mm. was een. Kei gezonde uh, kerel, dus... Ja, ja, ja. Ik denk niet dat dat uh, natuurlijk geweest is... maar waarin dat hij zegt van... kijk, ik zat gevangen... en ik mocht maar een deel van de waarheid uh, vrijgeven. Uh, we gaan nu een tijdperk in van, van, van duisternis... maar het licht zal doorbreken. Dit zijn de hmm. termen die hij gebruikt. <laughs> uh. Uh, die ik aanvoel als die man ja, binnen zijn beperkingen. heeft toch op een positieve manier de mensheid uh, de ogen willen uh, openen. En, en, en een positief signaal geven. En dat gebeurt dus nog dat mensen die in heel dat netwerk van de elite zitten. die uh, daarin moeten meewerken, dat die toch. Uh, in uh, uh, versluierde uh, vorm signalen geven. En dan denk ik spontaan aan Stanley Kubrick, eh, de meest geniale regisseur die er uh, uh, geweest is, die voor de kar gespannen is van NASA en dus van CIA en heel het establishment dat Amerika momenteel onder controle heeft, die dus uh, de hele illusie van de maan vluchten en landingen en wandelingen heeft moeten anseneren. Mm -hmm. Op een manier dat het in die tijd geloofwaardig was. Hè? En dat er ook niet uh, uh, nog het bewustzijn, uh, nog de mogelijkheden waren om, om dat te controleren. Hè? Want we moeten ons goed realiseren dat uh, het internet dat uh, in bedoeling negatief is... dat het ook de manier geweest is om heel veel informatie naar, uh, naar boven te brengen. En als je bijvoorbeeld de persconferentie bekijkt... van uh, Neil Armstrong, Buzz Aldrin en uh, uh, Collins... de bemanning van Apollo 11... die zitten daar als geslagen honden. Alsof dat ze zich moeten verantwoorden voor het verkrachten van hun moeder... Dus die... Dat kan je dus nu bekijken. Dus die, die opnamen zijn er. Wat bedoel je daar specifiek bij? Dus... Uh, um, ik geloof dat ze op 28 juli teruggekomen zijn. Hè, van die uh, maanwandeling, die ze begonnen zijn op uh, 20, 21 uh, juni. En dus midden augustus van het jaar 69 geven ze dus een persconferentie. Heel de wereldpers is daar aanwezig natuurlijk, want de prestatie van de mensen is, is gevierd <laughs> en die zitten daar echt als geslagen honden van ja het was uh, fantastisch en uh, ja het is niet alleen wij maar het is een heel project en zo verder en en ze lezen dus iets af dik tegen een zin hmm. en bijvoorbeeld op de vraag van ja en als je dan op de maan wordt uh, heb je veel sterren gezien dan zegt Neil Armstrong zoiets, met onze ogen hebben we niks gezien. Alleen als we keken door onze optische instrumenten hebben we sterren gezien. Come on. Come on. Dus een absolute aanrader voor iemand die nog gelooft in het feit dat Apollo 11 twee mensen op de maan gezet heeft en daar teruggehaald heeft. Dit is te belachelijk. Ja. En hetzelfde scenario zie je dan als bijvoorbeeld China of Indië uh, uh, vorig jaar zogezegd iets op de maan uh, gezet heeft. Ja, die euforie in de controlekamer en iedereen die elkaar rond uh, de hals vliegt en feliciteert enzovoort. Ja, dit is een, een videospelletje geweest. Een videospelletje. Laten we, laten we godverdorie wakker worden en zeggen zoals het is. Ze zijn wel goed in dat te laten ja, ze stagen. Ja. In, in, in toch wel ervoor te zorgen dat de hele mensheid meedoet. Ja. En gelooft ook in wat ze gaan doen. Ja. Uh, ik denk een jaar of drie geleden uh, probeerde ik eens een uh, bezoek te brengen aan een planetarium. In Brugge was dat. Wat is dan een planetarium? Ja, een planetarium is dus waar je zo die koepel hebt, hé, waar dus dat, uh, het firmament getoond wordt met de sterren en, en, mm. en hoe alles functioneert. Hé. Eigenlijk de situatie waarin we zitten. Want we zitten in een planetarium en we kijken naar die koepel die ja. boven ons uh, <laughs> uh, draait. En ik wou dus een, een, een geleid bezoek uh, vastleggen en dan ook van de ruimte gebruik maken uh, waar lezingen gegeven worden om dan mijn lezing te geven over ja, mijn ja, inzichten in, van, van de aarde. Ja. Dus dat was geen probleem, tot duidelijk werd dat uh, ik behoorde tot degene die twijfelen aan het officiële verhaal. En dat was onmiddellijk gedaan. Oh. Ik, uh, ja, uh, we mochten niet binnen. En dan zeg ik, ja, dit is geen bewijs, maar dat geeft toch aan... Uh, hoe men het officiële verhaal wil uh, afkapselen. En het is ook illustratief voor de angst die er is. Hey, want uh, wat wij getweeën dikwijls uh, ervaren en vaststellen in gesprek met onze medemensen is dat dat dichtklapt. En waarom? Een van de verklaringen volgens mij is een angst dat men wil vasthouden aan het wereldbeeld, het levensbeeld, en dat men dat als de zekerheid beschouwt die men niet in het gevaar wil, wil brengen. Dus men is eigenlijk men is bang. Ja. Ja. En dat hebben wij niet meer. Hè. Wij, wij zijn, ja, we zijn oké, we willen het weten. En eh, oké, okay, dat heeft zin, maar dat, uh, ja, dat is. Uh, ja. Dus wij gaan uh, die zoektocht met onbevangen blik uh, doen wij die. Terwijl dat de meeste mensen in die matrix zitten en aan die schijnzekerheden zich vastklampen. En die, die, willen dat er, die willen niet dat er aan. Die worden zelfs kwaad eigenlijk, woord, hè? als je ja, uh, hun confronteert kwaad, met die ja. ongeloof dat. Ja. Niet waar is, ja. ik, heb, ik heb het meegemaakt toen ik begon te spreken over hey, uh, het, het aardbolken, Dat uh, mensen uit mijn omgeving, die ik als wakker beschouwde, die ik als een goede vriend beschouwde, dat die mij zeiden van, ik wil niks meer met u te maken hebben. Oh, hart. Jammer, maar helaas. <laughs> Oké, okay, dit is een... Zo hebben we heel veel ja. mensen moeten loslaten, denk ik. Ja. Ja, omdat wij toch zo ervoor ja. hadden gekozen om toch in die diepte te gaan. <laughs> om toch te zeggen van, kijk, ik ga in die rabbit hole. Ja. En ik blijf zoeken, onderzoeken, ja, ja. in de boeken. Ja. Tot ik het kan opdoeken. Dat is een mooi hier om de, te vertellen. Dat is ook wat we doen, ja. Zoeken in de boeken om het te kunnen opdoeken, ja. ja... ja. Want dat is uiteindelijk waar, hè? we zitten in vloeken hier. Hè? Of de wereld is in een vloek. Hier in deze realiteit geloof ik wel dat we in een soort van een devil dimension zitten. Hè? Want hier heeft dus de slechte kracht vanuit de onderwereld, denk ik, de kracht genomen over deze realiteit. Het is de, de twee, we zitten inderdaad, um, om het beeld te gebruiken, in een soort concentratiekamp. En toch, ondanks dit alles, kunnen tegelijk en mede daardoor ook de mooiste dingen naar boven komen. Dat vind ik ook zo chique, ja. Ja, dat, dat er nog zoveel goeds is. De, ja, er blijft ja. ook zoveel goeds gebeuren. Elke dag kun je nog zo'n dag hebben waarvan je denkt, oké, okay, maar, ja, ja. maar toch is... en, en Een paar dagen geleden zag ik een, een, een fantastisch interview eigenlijk, afgenomen door Tucker Carlson. Van een, een, een bioloog die kritisch staat tegenover uh, het, uh, het hele corona-gebeuren. Uh, die nog thans, uh, ja, een echte wetenschapper is en die nog altijd vasthoudt aan het hele vaccinatieverhaal. Maar die zei ja, met corona zijn we uh, ja, totaal de mist ingegaan. Uh, en die man zei op het einde ook, zegt hij, we worden geconfronteerd met een, een goliath-macht. Hey, een reus die blijkbaar. Uh, onoverwinnelijk is. maar uh, die zonder het te beseffen. een heel leger aan het laten tot stand komen is. van mensen die. en verstandig zijn. en goed gemotiveerd zijn. en die hem uiteindelijk zal overwinnen. Want uh, die Goliath. jaagt nu. alle goedmenende mensen. uit het medisch systeem. En. en, en die vormen dan de tegenkrachten die uiteindelijk die schijnbaar onoverwinnelijke reus uh, zal uh, onderuit halen. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, een beetje, ja, maar ik ja. ben niet volledig mee in de zin van ja, wij, wij, zijn, wij, zijn dus, wij, wij, wij staan dus eigenlijk te maken met een hele grote Goliath. Ja, die wij eigenlijk niet kunnen verslaan, ja, die alle technologie. Heeft, ik, die al, ja. Heel concreet: uh, Big Mama Pharma is een enorme gigant. Psst. Maar ze hebben het nu zo ver gedreven. Dat meer en meer mensen, hè, die heel goed onderlegd zijn, die heel goed op de hoogte zijn, er zich uit losmaken en eh, dat systeem gaan aanvechten. Met andere woorden, ze kweken hun eigen eh, guerrilla-tegenstanders op die manier. Ja, ja, ja. ja, ja zeker. Ja. En daar geloof ik. Eh, ook wel in dat dat een proces is dat, ga, dat, dat ja. zich aan speelt. Dat ook in de overheid de overheid zal tegenkeren. Ja. Dat ook in ja. de banken de banken zal. Nee, oh. En dat we dan onze eigen bank gaan maken. Bijvoorbeeld, ja. ja. Want dat is juist het ding. Wij, als wij moeten gaan oorlog voeren tegen hun. Noem het de deep state. Hè, vanuit de onderwereld. We gaan niet winnen. Ze hebben alle technologie. Wij zitten nog allemaal hier als, als, als gewoon mensen. Alle. Uh, het is niet de bedoeling dat wij tegen hen gaan vechten, denk ik. Hè? Of, het is de bedoeling dat wij hun, 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 hun kracht om ontarmen. We moeten geen negatief gevecht uh, aangaan. Uh, we moeten een positieve strijd uh, uh, aangaan. En uh, dat houdt volgens mij onder andere in dat we alle leugens en alle bedrog en manipulatie in het licht moeten zetten. Om te zeggen: van, kijk. Daar zijn we lange tijd in meegegaan, maar nu niet meer. Hey? Maar als jij dan spreekt over... dan Sorry dat ik je ondervreek. She or he is no more hated than he or she who speaks the truth. Ja. Ja. Uh, dat is een, uh, juist. Dat dus diegenen die in de matrix zitten en die zich daar comfortabel in voelen. Uh, dat die op die manier reageren tegenover al diegenen die... Hen uiteindelijk op, uh, op de ware toestand uh, wijzen. Niemand wordt er graag op gewezen dat hij niet goed bezig is en dat hij uh, in een heel netwerk van, van, van leugens zit. Hé, dat, ja, uh, ja, ja. Iedereen gaat, heeft een, een, een automatische zelfverdedigings- en afwijzingsreflectie uh, van ik wil het niet weten, ik wil het niet nee. weten. Uh, uh, <laughs> oké okay, ja. maar dat zijn dus allemaal dingen die enorm boeiend zijn eh, en fascinerend en intrigerend om, om, om mee te maken en te observeren hè. Ja, en, en we leren alle dagen bij zowel kwestie van inzicht van als hoe dat we er moeten mee omgaan ja en inderdaad eh, het is niet zo dat eh, zoals bijvoorbeeld Matthias de Smet het voorstelt en het begrijpt dat wij, de wakkeren, nu uh, graag zo vlug mogelijk iedere Rothschild over de kling wil halen. Uh, dat is onze Ma bedoeling. Wij zijn, <laughs> als geluisterd naar de mensen uit de, de Truth Movement, uit, uit de wakkeren, dat zijn de meest vredelievende, tolerante, be, begripvolle, vergevende mensen die, die er zijn. Hey, die, die snappen dat we met z'n allen als mensheid. Ja, uh, Enorm misleid zijn. En daar er zijn, zijn we nu aan het ontwaken. Joppie, jochai. Okay, en uh, laten we uh, uh, vooral in de goede richting stappen. Ja. Inderdaad. Ja. Dat is het belangrijkste, dat we ja. in de goede richting gaan. Ja. En dat betekent ook weten, van uh, jij doet graag onderzoek, ik doe graag onderzoek. Wij weten dat, uh, dat er een slechte kracht is uiteindelijk, die dan hier zijn tentakels is aan het blijven verder gaan. Maar. We weten dat die hier is. Hè? Ja. En ook al kun je dat niet bewijzen. Hè? Maar als je dan spreekt over de goede kracht, de benefactor. Daar zien we eigenlijk weinig van als je erover nadenkt. Die is er ook uiteindelijk. Maar in welke perceptie, volgens jou, is die nu bezig? Want, allee, ja. Ja. Dit is filosofisch gezien uh, heel moeilijk. Hè? Je, je kan niet anders dan aannemen dat heel ons theater en het spel dat daarbinnen uh, zich afspeelt, dat dit uh, gewild is. Daar zit een, een bedoeling achter en dat dat ook gestuurd wordt. En hoe moeilijk het ook is, je moet aanvaarden dat om heel dat spel gaande te houden... dat daar ook een, een, een negatieve entiteit zijn plaats mocht krijgen. En dat dus, hoe je hem ook noemt... laten we nu de naam Lucifer en zijn trawanten gebruiken... dat die in heel dat spel moesten komen... om op die manier ja, beweging te brengen. En ik zie het als een... Groot bewustzijnsontwikkelingsspel. Het gaat om ons en hoe, hoe wij, die uh, deel uitmaken van dat zich ontwikkelend, zichzelf leren kennend bewustzijn, uh, hoe wij uh, evolueren en hoe wij uh, 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 uiteindelijk vooruit gaan. Dus dit is voor mij een basisinzicht dat dat complot waar we mee geconfronteerd worden, dat echt een gronde duivels is en tegen de natuur, tegen God, tegen het goede gericht, dat dat duivelse complot er moet en mag zijn binnen het geheel van het, uh, het plan. Van deze van realiteit, spel, ja. Van, ja, ja. Van deze realiteit, ja. En dit is onze realiteit, want dan kan je natuurlijk nog verder gaan en zeggen van oké, okay, ja, je hebt dan het, het kosmisch ei, maar daarbuiten... Ja. Dan is dit eigenlijk een zo beetje een fotocopie negatief realiteit. Waar wij in wel of nu onszelf bevinden. Maar niet misschien de echte realiteit, waar wij misschien echt zijn. Ja, um, onze realiteit is dus een, een, een materiële realiteit. Dat is dus uh, even echt als wanneer je in de in cinema zit en naar een film kijkt. En waar dat je in opgaat, en waar dat je in, in meespeelt. Maar als je zegt, ja maar, momentje, ik verlaat mijn zetel in de cinema en ik ga naar dat scherm en ik wil die realiteit grijpen, ja het zijn pixeltjes. Hè? Dus die uh, materiële realiteit waarin dat we zitten, dat moeten we goed beseffen, is maar een, een schijnrealiteit. Het is een afspiegeling van iets wat bestaat op een Ander en hoger niveau. En als je dan die miljoenen uh, getuigenissen hoort van mensen die uh, tijdelijk uh, een, 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 een verruimde bewustzijnservaring gehad hebben, die dus zogezegd fysiek gedurende korte tijd dood waren, dat het hart niet meer sloeg en dat er ook geen hersenactiviteit mee waren, dat die beschrijven dat ze dan in een, uh, een enorme uh, andere, hogere staat van bewustzijn kwamen, waar dat ze dan weer uiteindelijk, omdat hun uh, termijn hier op aarde nog niet afgerond was, werden terug hmm. weer uh, opgeslikt. Dus... Maar dat was dan niet meer fysiek, hè? of wel? Maar dat was dan niet meer fysiek? Nee. Nee, 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 nee Dat nee. was dan niet... Nee, nee. Dit is dan wel natuurlijk fysiek, maar daar was het dan meer spirit. Natuurlijk. Ja, Als je voor de spiegel staat, Niels. Kijk naar die verschijning daar. En die spiegel, wie is dat? Ja, dat is meer dan, dan, dan een lichaam. Mijn avatar, maar ja. Uiteindelijk. Dat is meer dan een ego. Dat is meer dan de gevoelens en de gedachten die die verschijning heeft. Het is. De spirituele entiteit, eh, want wie kijkt en wie observeert ja, doorheen onze lichamelijkheid voor een deel, maar eh, dat is een, een, een spirituele entiteit eh, die je dus kunt, die ook nog in verschillende lagen bestaat. Eh. Je hebt er op het, het, het lagere niveau wat men noemt de ziel, onze eh, lagere persoonlijkheid. Um, en op het hoger niveau is dat dan de geest, de spirit, hè? en op het nog hoger niveau maken we deel uit van de goddelijke bron, zoals dat dan uh, uh, genoemd wordt. Maar we zitten dus uh, in een complexe situatie waarin dat we en deel uitmaken van de film, in een schijnrealiteit, die we als echter waren, dat we in uh, de cinemazaal dat bekijken, maar dat we ook in de, in de projectorruimte zitten. En dat we zelfs uh, het hele scenario mee hebben bepaald. Als je begrijpt uh, een beetje, wat ik bedoel. Kan ja. het uh, ja? Ja. dan zelfs zo ver zijn dat we dan in een spaceship zitten onderweg naar een nieuwe realiteit of zo, waarbij we dan zelf simulaties aan het runnen zijn of zo? Nee, nee. We, nee. Zijn, we zitten in, uh, ja, hoe zou ik het zeggen? In het echte leven, in de oneindigheid of hoe dat ja, Dit is voor ons moeilijk te vatten als je die ervaring niet meer hebt. We komen natuurlijk allemaal uit die toestand van. Uh, zielenzaligheid, hemel, hemelse geluk. waarin dat, dat je je verbonden voelt met alles en iedereen. Nee, want. Als, als men dikwijls spreekt over leven vanuit de liefde, dan denk ik, ik zeg: oh, liefde, liefde. Mijn definitie is eh, liefde. Is de hoogste staat van bewustzijn met een totaal gevoel van complete verbondenheid met alles, met iedereen, met jezelf en ook met, met God, de, de bron. Hè? En de verantwoordelijkheid die daarmee gepaard gaat. En ook. Eh, zou het zeggen, de dankbaarheid dat we dat uh, mogen beleven. We zijn nu heel diep aan het filosoferen. Ja, ja, zeker. Ja. Dat is goed, hè. Ja, maar ik denk dat dat... En dat is de liefde, uh, en, de goede kracht, want daar hadden we het over. Want ja. uiteindelijk, en ik mag het nooit wijzen, uh, <laughs> maar, maar uiteindelijk, iemand die wakker wordt en het hele complot doorziet, die gaat verder. En die wordt uiteindelijk ook spiritueel. Hey? Ook daarin kunnen we natuurlijk misleid worden. En probeert men ons te misleiden. De hele New Age is opgezet vanuit de elite om ons in een niet de goede richting te kanaliseren. Maar goed, meer en meer mensen beseffen dat we veel meer zijn dan een hoop cellen die toevallig een geheel vormen. Dat we veel meer zijn dan vlees en bloed. Ja. ja, inderdaad. En dan is de vraag: omtrent de goede kracht, in welke manier denk je dat die toch nog een invloed is aan het hebben op deze realiteit? Oh ja, als je vanuit mijn standpunt bekijkt: van, ja, waarom ben ik wakker geworden? Ik heb dat uh, als Peter Vreken, niet beslist vanuit mijn ego. Uh, Integendeel, ik heb me daar in het begin ook wat tegen verzet. En, <laughs> ja, je, je bent onzeker en je zoekt naar zekerheid, maar uh, uiteindelijk is dat iets wat zich ja, op zielenniveau en hoger ja, als onweerstaanbaar begint te, 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 te manifesteren. En dit wordt gestuurd, hé, nogmaals, in heel veel uh, ja. mythologieën en oude geschriften wordt duidelijk gemaakt dat wij als mensheid een bepaalde cyclus doorlopen... die we kunnen volgen aan de hand van uh, de beweging... die de, de positionering van de zon ten overstaan van die riem... van de dierenriemtekens. Uh, uh, dus we doorlopen een aantal stadia. Uh, we rijden bij wijze van spreken een van Frankrijk. Dat ligt vast. En daar... Daar spelen we mee en vooral dat we hier kwamen, eh, uh, op silieniveau hebben we gezegd: van oké, okay, uh, binnen dat uh, tijdsegment gaan we die rol spelen. En binnen dat tijdsegment die rol. Uh, je hebt kortritten, ritten, je hebt lange ritten, je hebt kasseiritten, je hebt bergritten en tijdritten en heel een boel. Dus <laughs> dat ligt vast. Wat niet vast ligt is van hoe dat wij binnen die context als spirituele entiteit, uh, dat gaan ervaren en dat we, dat, dat we gaan uh, groeien. Dus vrije wil vrije op ego-niveau bestaat niet. Uh, of, of toch in heel beperkte mate. We leiden niet het leven dat we zelf willen. Uh, maar vrije wil bestaat wel op zieleniveau. Ja. En, en dat is natuurlijk een conflict dat wij uh, in, in onszelf ook uh, hebben. Hè, van, ja, volgen wij onze zielenmissie? Waarom dat we hier eigenlijk gekomen zijn? Of laten wij ons daarin uh, ja. Uh, af... Laten we ons vangen. Vangen ja. <laughs> ja. Uh, uh, laten we ons vangen in uh, de geld. Laten we ons vangen in de afleiding van, alles, van, alles, van, van ja. alle uh, valse lichten die het systeem ons geeft. Ja. Uh, ja. En er is enorm veel Zo om, om door afgeleid te worden. He. Oh, ja, joh. Dus, uh, Het is hier een enorm uh, entertainment casino. He. Er is hier van alles te beleven. En ja, dat je, ze strijden voor onze aandacht. Totdat je uiteindelijk zegt: Ja, maar dit is het niet. Het geeft geen voldaan gevoel. En, uh, Inderdaad, ja. en ik denk dat je je zo veel onvoldaan moet gaan beginnen voelen, zodat je dan ineens gaat naar binnen kijken of gaat ja. naar andere dingen beginnen kijken. Omdat je ja. voelt dat het je niet goed laat voelen. Wat willen we allemaal hebben? Een goed gevoel. Ja. We willen ons allemaal goed voelen. Ja. En zo leven we eigenlijk ook in een zielensysteem, als je erover nadenkt. Hè? Tuurlijk, ja. Huh? Ja, ja, ja. Niet in een solar systeem. Ja. Ja, ja, ja. En, en ja, als we eh, niet goed bezig zijn, bij wijze van spreken, dan krijgen we allerlei tekenen, dan gebeuren er allerlei dingen en kunnen we ook eh, ziek worden, omdat het energetisch, ja, we zijn niet aan het doen wat we ons voorgenomen hebben te doen. Hmm. En dan is dikwijls. Een ziekte kan een uh, aanleiding zijn om, 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 om wakker te worden. He, en tot uh, het besef te komen en uh, het op een andere manier te gaan aanpakken. Dat, uh en als alles goed is dan, en, en je hebt de flow en het gaat, dan betekent dat ja. dat, dat je dan wel op het goede pad zit? Of ja, uh, want uiteindelijk worden we fysiek ziek omdat we op een hoger niveau. Een elektromagnetisch of een zieleniveau, niet, niet juist zitten. Dat er, dat er daar verstoringen zijn. Dat we, dat we niet goed bezig zijn. En, uh, ja. Dus dat is een, um, een mooi kompas bij wijze van spreken. En dat is ook een, ja, een, een soort van sturingssysteem. Ja. Waardoor dus dat we ons in de juiste koers uh, houden. Ja. Maar eigenlijk. Gaat het vooral ook om onszelf hier, denk ik dan? Niet als, Tuurlijk, ja. als, hè, onze eigen issues of trauma's. Ja. Maar onszelf niet in egoïstische nee. of egocentrische. Uh... Maar onze eigen demons of onze ja. eigen patronen uh, ja. overwinnen zo. Waar ja. het om gaat, als dus we die kunnen breken of. Ja. Dat we dan onze verslavingen ze dus rechten in de ogen mogen gaan kijken. Zo. Ja. En, en daar heb ik het zelf ook al heel moeilijk bij. Allee, ja, het is al... Je zou kunnen zeggen dat um, ons leven er onder andere op gericht is om te leren, met vallen en opstaan, om die verbondenheid die we dus van waaruit we komen, om die hier op aarde proefondervindelijk te leren uh, manifesteren, uh, te leren Mm. werkelijk uh, doorleven, doorleven, ja, dat is misschien nog, nog een goed woord. Ja. Dat, uh, ja. En we zijn natuurlijk met z'n allen, individueel en collectief, onvoorstelbaar getraumatiseerd. Hè. Dat is... We uh, uh, zijn gewonde dieren, maar we beleven nu een tijd dat we dat beseffen, dat we doorzien... Wat er van de oorzaak uh, geweest is. dat we dat uh, afsluiten. Dat we dat met mildheid en met vergeving uh, afronden. En dat we uh, met vernieuwde inzichten en uh, ja, vernieuwde krachten. Um, het uh, op de goede manier beginnen doen. Dat is de bedoeling? Zo denk ik er een beetje <laughs> over, ja. <laughs> en gelooft je ook dat wij hè, een hoger bewustzijn kunnen omarmen? Tuurlijk, zoals uh, Jesus uh, ja. dat had gedaan, ja. het Christusbewustzijnconcept, ja. ja. Het Christus, hey, het, het, uh, het koninkrijk Gods zit in u, zegt hij. Uh, dus het Christusbewustzijn betekent is volgens mij de hoogste staat van bewustzijn, van het gevoel van verbondenheid in, 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 in respect, hey, en respect en. Puur. In, in, puurheid, ja. Ja, in puurheid, ja. Zonder al die dingen die ons neerhalen, maar echt pure licht ja. en liefde. Zo. En dus die drang zit in ieder van ons, maar is dus in de loop der eeuwen en millennia eh, tegengewerkt en ja, dat, dat is onder... Eh, er is een hele bullshit gekomen. Nu. Maar is dat juist niet dat, hè, dat dat in ons zit en dat we dat kunnen bereiken, maar dat we dan dat alleen, enkel en alleen kunnen bereiken? Als, want de duivel en het engeltje zit in ons. Dat we dan dat enkel ook kunnen bereiken wanneer we in de diepste dalen van ons eigen donkertebewustzijn bewustzijn hebben kunnen gaan. Zodat we dan naar onder kunnen gaan en naar boven kunnen gaan. Maar dat is het moeilijkste juist. Ik ontwijk zelf ook nog pijn. Ik heb ook afwijzing naar mezelf toe zo. Allee. Waardoor ik nog altijd zo die ja, dingen niet durf volledig te omarmen. Maar... En ook daar moeten we met, met mildheid tegenover kijken, ook tegenover onszelf. En, ja. en misschien is het zelfs goed dat we af en toe een keer uh, ja, uit de bol gaan bij wijze van spreken en dat we een keer uh, <coughs> plezierige dingen doen en... Uh, ja. Genieten. Ja, we, dat is het leven we, ook wel, ja. We, we mogen en we moeten zelfs genieten. Ja, dus... Die weegschaal moet in, in, in balans zijn, ja. Ja. Zeker. Ja. Ja, is dat een hele boterham, hè. Ja. De goede krachten, de slechte krachten, de aliens, de politiek. Ja. De, de welgetelde Peter Vreeke hier ja. in de podcast. Ja. ja. Dus het zit allemaal eigenlijk... Prachtig in elkaar. Het zit pr en uh, tegenover het, het materialisme en het uh, reductionisme en het nihilisme en het atheïsme beginnen we, beginnen we nu ja, door te stoten naar de ware essentie en de ware zin van het leven. Dat is uh, de conclusie waar dat we stilletjes aan, ja. ook tijdens dit gesprek, Hoewel het komen zijn. Ja, ja. ja. inderdaad. Voilà. Dankjewel. Ik ja. denk dat we eh, goed besproken hebben. Het is ook al een mooie 1 uur en 30, 40, 50 minuten dat we al in de call zitten samen. Ja. ja. Ik denk wel dat we meer een deel van de belangrijkheid hebben besproken. Ja. Ik denk ja. Het ook, ja. En dat, dat het mag verder gaan vanuit hier en dat wij Absoluut, en de kijker en... hopelijk. Ja. Iets extra heeft meegekregen dat het bewustzijn vanuit daar mag vergroten voor ons allemaal. Ja. En dat we, ja, toch kwantumsprongen gaan zetten in 2024. Ja, en, en misschien ook als uh, laatste boodschap aan, aan de kijker. Uh, geloof niets van wat jij zegt, van wat ik zeg, <laughs> zomaar. Nee. Uh, het is misschien wel prettig als je er kunt naar luisteren, maar. Uh, doe dan je eigen uh, onderzoek, want uh, dat is uiteindelijk hetgeen dat we moeten doen: dat proces zelf gaan, in plaats van iets aan te nemen en te geloven en te volgen van wie dan ook, van wie dan ook. En dat mag zelfs ja, een persoon zijn waar je naar op kijkt, ook daar moet je. Uh, Kritisch tegenoverstaan. En, en dat toetsen vanuit de verschillende lagen van je, um, van je wezen: je bovenkamer, je, je hartregio en dan ook de diepere, uh, de diepere regio van het dieper weten. Ja, ja. Dieper weten. Dieper weten, ja. Question everything. Stel ja. alles in vraag. En ja. en ja, voor de mensen die zullen zoeken, zullen vinden. Want, want, want als we natuurlijk hier uh, indalen, hey, als spirituele entiteit, <kijkt> dan wordt er een soort van sluier over ons gelegd. Dat we en onze vorige levens niet meer weten en ook niet meer die, mm. die, die, die uh, kennis van het geheel hebben. Dus dat wordt versluierd, maar het is er nog wel. En het kan geactiveerd worden. En uh, het dus kan. Ja. hoe kunnen we dat activeren juist zo? Denk je? Of weet jij iets nu van je vorig leven persoonlijk jij? Uh... Of ben je naar de hand dat je leefde hier, dat er meer te weten gekomen? Want ik weet persoonlijk niks, omdat die sluier over mij is gekomen. Ja. En... Ja, ik, heb nie, ik ben nog niet in de junk DNA van mezelf kunnen gaan. Om te kijken wat is de Akashic Records ervan. Oh, ik zal toch geen junk DNA noemen. Nee, nee. nee, nee ze, de... noemen zo, hè. ze noemen dat zo. Ze noemen dat het DNA wat we niet gebruiken, junk DNA. Maar het is wel echt DNA van de oude. Ja, is... ja, ze noemen natuurlijk uh, junk DNA alles wat niet. Uh, een fysieke uh, doeleinde heeft, namelijk het produceren van eiwitten mm. waarin ons, waaruit ons fysiek lichaam uh, bestaat. Maar de rest natuurlijk van dat DNA is uh, een soort van verbindingsschakel tussen onze fysieke realiteit en die elektromagnetische realiteit. Mm. Het sturend, de sturende tussenlaag. Want we zitten allemaal in een. Een soort kosmisch ei. Hè? We, we, ja, ja. Als je de, uh, ook de fijnstoffelijke lagen die rondom ons zijn uh, meeneemt, dat functioneert ook uh, als een, ja, een soort elektromagnetisch uh, geheel. En dient zich aan als een soort ei, met een, een diameter van anderhalve tot twee meter. Grote figuren hebben is dat uh, nog veel ruimer, maar uh, ja, Komen we erbij? Ja. Enfin. Ja. ja. Was. Uh... En dus ja, dat is ja, echt ook, als we het hebben over kosmisch ei, bestudeerd hoe dat de natuur functioneert. En uh, dat is simpel en dat is uh, uh, positief en dat is een evenwicht. Ja. En Overgelegd. helemaal niet zoals men het ons voorstelt van iets van een aardgroot dat uit elkaar geknald is en hier zitten we in een lottoballenkraam <laughs> van allemaal bollen die rond elkaar draaien nee, nee, nee. Zo, uh, zo is het niet en dat wordt dus inderdaad gestuurd en daar spelen zon en maan uh, een rol in daar spelen ongetwijfeld ook de planeten een rol in en uh, heel dat firmament dat een ook een elektromagnetisch functionerend iets is, uh, is daar ook uh, bepalend in. Ja. Sturend. Ja. Spannend om dan uiteindelijk verder te gaan ja. met alles wat je nu al weet. Ja, ja. en dus nogmaals, als je een, 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 dat basisdoorzicht hebt in. Uh, en het complot en het grotere geheel waarin dat, dat uh, moet gezien worden. Dan kan je ook veel uh, en relaxter en gedrevener uh, het blijven uithouden om in de goede richting te evolueren. Ja. Ja. Inderdaad, ja. ja. Want als je echt ineens wakker wordt, je kunt niet meer teruggaan. Maar je hebt ook wel mensen in je omgeving die toch terug zijn gegaan. Of die toch nog. Uh, ik heb dat ook, hè? die zijn wakker geworden. Die echt wakker geworden, ja. Ja die, of ja, die toch bewustzijn hebben gekregen omtrent wat de stand van zaken is en dan toch kozen voor het. Het leven van comfort of het leven van nog leven in een deception. Ja. En dat is, dat, 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 is, dat is niet wat God wil. Alleen als je in God gelooft. Ja. Of dat is niet wat je hoger bewustzijn alleszins wilt. De Spirit wil dat we vooruit gaan. Dat we echte heid omarmen. Ja. En dat we niet in de valsheid en schijnheid van het systeem ja. teruggaan. Je kan dat natuurlijk doen en je kan dat een tijdje volhouden. Maar dat is uiteindelijk een spagaat. Die. ziek die, uh, vol te houden is. Nee. nee. Want op een bepaald moment, ja, als je. tegen dieper en beter aanvoelen in een bepaalde richting. hardnekkig blijft volhouden. op een bepaald moment ga je op je bek. bek. En dan verandert je. Ja, ja. Maar de, de, de verstilling is ook verandering. Het ja. moet niet allemaal slecht gaan om. in verandering te kunnen gaan. Ja. Hè? Het leven. En, en denk zeker ik. in de huidige tijd. waarin dat de, de grondstroom. Uh, terug opwaarts is, hey, uit dat vastzitten in materialisme en het egootje en, 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 en zekerheid zoeken en zo verder. Uh, zeker als de, dus die grondstroom in, in de andere richting gaat, dan is het moeilijker om, om je nog overeind te houden binnen die constructie die, die toch in elkaar aan het vallen is. Ja. Inderdaad, ja. En juist, wanneer alles aan het vallen is, dan moeten wij nu. Ja, nieuwbouwen of parallele ja. systemen langs het huidige systeem. Ja. Dat we tenminste nog kunnen draaien, want dat is alles. Stel je voor, de Digital ID komt eraan. Daar bent u van bewust, hè? De, 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 ja, Dat betekent dat alles is geconnecteerd met één ding. Als we, hè, wij twee zijn er al niet zo echt gewild in dat systeem, ja. hè? Stel je voor, ze zetten onze bank af. Ja, uh, dan moeten wij wel kunnen verder draaien, hè? Ja. Dus. Uh, en dat betekent samenwerken. Het is een spannende film waarin we zitten. Ja, het is een film, is serie. Een film. Elke film, ja. dag. Elke dag spelen. Moeten we ja. onze eigen hoofdrol spelen. In ja. het manifesteren wat, wat God zou willen. Ja. All right. Bedankt en alle goeds. Ik met al je projecten. Zowel de podcast als met je. Voedingsprojecten, als ik het zo, zo mag zeggen. Ja, we hebben ook een muziekalbum nu nog uitgebracht. Of, daar zijn we mee bezig. Dat noemt Word Wakker, vrij, Want ik, ik was zelf wakker geworden, <laughs> bewust geworden, door muziek. En nu ben ik zoveel geïnspireerd geweest om, om zelf muziek te maken, waarbij we in die muziek de waarheid vertegenwoordigen van live. En ja. daar maken we natuurlijk levels in, ja. Dus, ja. En, en zo... Zijn we ook nog bezig met een eco-village, of een eco-co-housing-gemeenschap op te bouwen, waarbij we dan op de juiste manier waarbij alle systemen, waarbij het systeem in faalt, waarbij op elk vlak onze ziel wordt ja, onteerd, hè, zorgen wij dat de ziel wordt geëerd. Ja. Maar eco-village bedoel je dan dat je op een bepaalde plaats. Nee, het is eigenlijk het is een, een soort van hoeve. Waar we het he over hebben. Ja. Toch, ja, ja. Ja, en, ja, Het lijkt op een hoeve. Het is geen hoeve, maar het lijkt op een hoeve. En daar hebben we dan een natuurwinkel uh, en ook uh, co-housing, waar nu al 10, 12 mensen leven. Nou, ja. Allee, zo, en zo wil ik mij ook steunen in de projecten die ja, zo van die dingen op fysiek vlak ook hier verandering doen. Want ja, daar kunnen we nieuwe scholen maken. Daar kunnen wij dit doen, daar kunnen wij dat doen. Dan. Oh, Zo moeten wij toch wel dat fundament geven voor de kinderen. Want ja, als zij dat niet hebben, dan gaan ze gewoon naar school gaan en daar begint. Eh, want vanaf het moment dat je wordt geboren, er wordt al een laag over je gezet zodat je niks weet van hoe jij is geboren. En dan word je nog eens direct aangevallen met vaccinaties, met, met, een, met een religie, met een, met een, uh, ja, een nationaliteit. En, en dan ga je je heel leven lang dingen verdedigen die. Niet eens beslist waren, die jij niet eens beslist had. Die je niet wilt, ja. Maar je bewustzijn was er niet om dat te weten. Nee. Dus ja, ja, daarom die kinderen vanaf het moment dat die nu geboren worden moeten die de juiste input krijgen. Dat is cruciaal. En dat wordt het nog niet gedaan. Daarom zien we ook al veel ja, probleemkinderen. Hè? Absoluut, dus ja. als, een, als een ouder dit aan het kijken is, weet goed welke input je uw kind mocht geven. Amai, dat is een project waar ik heel veel mooie muziek in hoor. Ja. <laughs> Ongelooflijk, hè? ja. Ja. Dan moeten we moeten veel manifestaties nog doen, ja. ja. Is er nog een project waar wij nog moeten voor uitkijken voor jou, Peter, rekening de komende nee, no. weken, uh, maanden? Nee, niet, niet direct. Ik, uh, ik blijf dus uh, lezingen organiseren. Als ik uitgenodigd word, lezingen geven. En uh, wat ik graag dit jaar uh, zou willen doen, is die lezing omtrent het kosmische ei. Om mm. alles netjes gestructureerd en zo goed mogelijk onderbouwd. Uh, als een nieuw ja, paradigma, als een nieuw uh, begrijpen van het grotere geheel uh, waarin we leven, om dat uh, aan te bieden. Ja. Dat zou heel uh, ja. ja, heel dan cruciaal. Ga ik dit hè? jaar heel tevreden afsluiten. Ah, wel. Dan hebben we al targets uh, voor 2024. Dit, dit, dit is het jaar ook van in het veld te zetten, zeggen ze. Hè? Op uh, alle soorten vlakken. Ja. Uh, dus nu moeten wij onze stempel gaan zetten. Dat betekent ook de kijker. En als we dat doen, dan gaan we zeker 2025 met een uh, grote verandering erin gaan. Ja. Dus dankjewel, Peter, voor deze podcast. Enorm fijn dat jij met ons hier weer mocht zijn. En ik denk dat we nu wel het een en het ander veel meer hebben kunnen bespreken. In diepte, wat wel belangrijk was. Ik hoop dat de kijker het bericht heeft overgedragen. Heb je nog een laatste woord of een quote? Uh de bedenking dat de tijdspannen die we hier samen doorgebracht hebben vliegensvlug en, denk ik, zinvol is uh, voorbij gegaan. Ja. Zeker. Okay. Geef een like, subscribe, join the tribe. Ja. Ga nu naar een hike. <laughs> ja. Okay. Dag en bedankt. Ciao.